Goedenavond allemaal, welkom op deze maandagavond voor een nieuwe webinar. We gaan voor deze webinar naar de echte basis, helemaal de brede basis van de opleidingspyramide, de bewegingsschool. En we zijn blij dat, ondanks het feit dat het toch een redelijk specifiek onderwerp is, dat er zoveel volk aanwezig is. Dus blijkbaar zijn er mensen die liever een webinar volgen dan te kijken naar thuis of familie. Een aantal praktische zaken eerst. Er wordt teruggewerkt met twee vragenrondes. De sprekers zullen zelf aangeven wanneer dat het zover is. Dus stel gerust jullie vragen in de chat. Daarnaast zal er ook in de loop van de webinar een registratielink zijn voor de aanwezigheden. We verwerken die en geven die dan door aan VTS. En voor de rest rest er mij alleen jullie een ongetwijfeld boeiende avond toe te wensen. Want met Jeff en Gilles zijn niet de twee minste sprekers. Zij gaan eigenlijk hun verhaal brengen vanuit Mortsel om duidelijk te maken dat de bewegingsschool een must-go is. Heren, graag het woord aan jullie. Oké, een fijne avond ook van ons, vanuit Mortsel hier. Een beetje speciaal, dat is het zeker, maar toch wel heel praktisch dat we jullie zo of de vele kijkers, bijna zoveel als thuis, dan kunnen toespreken en eens vertellen wat wij hier in Mortsel doen en waarom dat wij die een titel ook hebben gekozen. En ontdekt hebben hier in Mortsel waarom dat zo'n bewegingsschool voor een volleybalclub toch wel iets extra kan geven. Toch kort misschien ons even voorstellen. Ik ben dus chef van Loveren. We hebben een aantal dingen bijeengebracht. De reden dat ik hier zit is omdat ik zelf altijd volleybal heb gespeeld en uiteraard ook heel wat training geef hier binnen de club. Mee de bewegingsschool opgestart, ook bestuurder hier in Mortsel Volley Antwerpen. Maar misschien nog een van de insteken die dat we zelfs ook vertellen. Ik ben ook papa van Mats, Emma en Arthur. En dat zijn drie kleuters die mij heel vaak bezighouden. En naast het hoofdberoep volleybal heb ik ook nog een bijberoep. Dat is leraar voltijds bedrijfseconomie. Voilà. Ik ben Gilles Rousseau. Ik ben de papa van Amélie. Dat is heel belangrijk voor vandaag. Dat zullen jullie wel merken. Partner van Sandra. Ik heb samen met chef de MOVE opgericht, ik sta een aantal jaar geleden. Mijn hoofdberoep is brandweerman. Ik ben teamchef van het klimteam bij de brandweer Antwerpen. Wat maakt dat we ook veel van mijn huidige job meepakken naar de MOVE. Dat zullen jullie ook wel zien. En dan, I did things before this, now I do other things. Ik heb al heel veel verschillende dingen gedaan in mijn leven, die dat ik allemaal heb meegenomen. Maar om dat allemaal uit te wijden, dat is wat veel. Dus we zullen daar wel zeker toe komen. Oké. Het gaat heel interactief zijn. Ja, dat hebben jullie waarschijnlijk heel graag terwijl je nog misschien op weg naar huis bent van je werk of tweede scherm aan het loeren zijn. En nu, het is niet zo moeilijk, ofwel kan je de QR-code die op het scherm nu ook staat, of ga je zelf naar menti.com en voeg je die code in. En dan krijg je normaal gezien dezelfde vraag die dat wij nu heel graag eens aan jullie starten. Wij willen heel graag eens weten wat jullie zelf denken of waaraan je denkt als je een bewegingsschool, de term bewegingsschool, als dat nu in jullie gedachten passeert. Dus ga even naar menti.com en dan zou je normaal gezien het volgende scherm moeten krijgen op je smartphone of op je tweede scherm of waar je ook zit. Je kan om te testen of dat je online bent geraakt, van onder op zo'n hartje duwen. Dan zie je ze verschijnen. We gaan heel even wachten en jullie de kans geven om dit ook in te loggen, want dat hadden jullie waarschijnlijk niet verwacht. Je hebt dus eigenlijk normaal als je op die site komt, dan ga je zien, en we zien er heel veel ondertussen binnenkomen, dat is heel fijn. En heel veel hartjes ook. Maar de vraag gaat dus zijn, en dat zie je dan nu verschijnen voor degenen die al binnen zijn, de anderen komen er maar bij. In drie woorden, heel korte zinnen kunnen ook, maar het beste is eigenlijk in een woord, of in drie losse woorden, wat jullie denken of waar dat jullie aan denken als je de term bewegingsschool voorgeschoteld krijgt vanavond.
U ziet het waarschijnlijk ook op het presentatiescherm dat jullie reacties aan het binnenkomen zijn. De woorden die wat groter staan, zijn de woorden die ook door meerdere mensen wat zijn samengevoegd. En als we de meeste van die termen al eens bekijken, Gilles, dan denk ik dat we het begrip bewegingsschool al zeker geen definitie van moeten geven of wat het juist is. Dus we zien heel veel dingen, redenen enzovoort, waarom dat wij het of dat juist zitten om een bewegingsschool te definiëren. Super. Misschien wel interessanter, want uiteindelijk willen we jullie zover krijgen om aan al die dingen ook te werken. Wat zijn dan voor jullie de vooroordelen? Met andere woorden, ja, wij zijn twee positieve mensen, dus we spreken niet echt over de nadelen of het gewicht van iets te moeten doen als een bewegingsschool. Maar er is waarschijnlijk binnen jullie club sowieso wel eens over gesproken. Nu, wat is dan de reden of wat zijn de vooroordelen of de nadelen? Of de remming, wat remmen jullie af om er niet mee te starten? Ja, om er inderdaad niet mee te starten. Ook die reacties lezen we eens heel graag. Wat zou jou tegenhouden om te starten met een bewegingsschool? Nu zien we de reacties wat binnenkomen. Het is misschien wel moeilijker, aangezien dat de volleyballers altijd positieve mensen zijn. Termen als trainers tekort, vrijwilligers te jong. Overbodig heb ik ook, zie ik ook. Materiaal. Materiaal, dat is een groot deel waar ik jullie mee ga meenemen vandaag, waardoor we er toe gaan komen dat dat misschien een probleem is, misschien niet. Oké. Super, dat is een hele goede feedbackstart. En dat wil dus ook zeggen dat onze webinar op het juiste moment ook misschien gegeven wordt, want het zijn juist die dingen die dat we lezen, die dat we dus ook heel graag vandaag willen meegeven. En jullie willen overtuigen, jullie zijn allemaal trainers, er zullen ook heel wat jeugdtrainers bij zijn die voor hun verlenging van die coachlicentie gaan, dus bezig zijn met jeugd. En we gaan jullie toch proberen te overtuigen waarom het een must-go is. En we gaan dat in drie delen doen. Ten eerste, waarom zou je ze best starten? En waarom hebben wij het dan ook gedaan? Daar geven we vier redenen mee. Dan gaan we jullie proberen op weg te helpen, laten zien hoe dat wij het hebben gedaan vanuit de Move Bewegingsschool hier in Mortsel. Om ook een aantal van die vooroordelen zoals materiaal en budget en helpers enzovoort misschien wel wat te ontkrachten. Om dan wat naar jullie vragen te luisteren. En als laatste, misschien toch ook niet onbelangrijk, hoe kan dit verhaal dan toch helpen om ook volleybal in het juiste marketing segment te plaatsen en te zorgen dat het helpt, ook voor jullie volleybalclub. En dat is de manier dat wij het toch ook dit moment ervaren. Dus waarom een bewegingsschool starten? Ja, op zich, die eerste reden is echt heel eenvoudig. Je ziet hier mijn zoon, Mats, die eigenlijk in het begin iets trager was dan de gemiddelde andere kleuter. En je gaat dan als ouder wel eens op zoek naar wat kan mijn kleuter wel, wat kan die niet. Zeker als trainer begin je dan te denken, hoe moeten we dat dan in orde brengen? En wat heel duidelijk was bij Mats, is dat dat balgevoel best wel vlot ging. Heel snel dat hij met ballonnen enzovoort speelde. Maar het lopen en het evenwicht corrigeren, als je Mats een duw gaf op die leeftijd, daar heb ik jammerlijk nog geen filmpje van, maar dan vergat hij zijn handen te plaatsen. Of kon hij niet zo goed zorgen dat hij in zijn evenwichtspunt, of zijn zwaartepunt op de juiste plek bleef, waardoor hij recht bleef zitten. Dus hij was heel vaardig, heel snel als
poepschuiver. Heel sterk met die bal, maar dat zoeken naar klimmen, evenwicht, risico wat mijden enzovoort. Dat zijn dingen die dat hij zeker niet had. Nog altijd misschien niet heeft. Maar in elk geval, dat is toch één reden al voor onze eigen kids het al gewoon doen. Ja, dat is mijn hoofdreden. Dus ik ga daar heel eerlijk in zijn. Dat is mijn dochter. Zoveel jaar geleden waren Sandra en ik zelf van overtuigd dat wij graag kinderen wouden. En ik ga heel eerlijk zijn, ik was te lui om altijd naar Grimbergen te rijden. Ik woon in Antwerpen. Om naar Grimbergen te rijden elke zondagochtend, ik zag dat niet zitten. Dus ja, ik dacht van, oké, goed, wat gaan we dan doen? We gaan het backupplan is, ik ben hier in de club, ik heb hier veel verantwoordelijkheden. We gaan dat gewoon zelf doen. Niet met het idee van wat je zelf doet, doe je beter. Gewoon, we gaan hier iets opstarten waar we allemaal van kunnen genieten. Daarboven was ik ook nog trainer in bij de jongste groep, bij de U11 en de U9's. Voor de kindjes die al wouden instappen, die eigenlijk nog te jong waren voor U11, maar die werden dan toch wel al mee aangesloten. En ik merkte eigenlijk dat die kinderen ja, praktisch niet echt fantastisch konden wat ik wou dat ze konden. Hè. Om het grof te stellen, konden die eigenlijk zeer weinig, motorisch gezien. Dus ja, en ik gaf toen denk ik van 14 jaar volleybal of zo, want ik ben zeer jong gestart als assistent bij mijn papa. Dus ja, ik had wel een idee van wat een kind op die leeftijd zou moeten kunnen. En de kindjes hier in mijn groep, die kwamen niet aan wat ze zouden moeten kunnen. Dus ik begon van het uur en half training dat ik gaf, hebben we dat dan uitgebreid naar 2 uur. Een uur bijna, met algemeen gedeelte. En dat was alleen maar bewegen in 3D. Wat eigenlijk een mini-bewegingsschool op zich al was. Daarnaast natuurlijk voor mijn eigen dochter, ja, speeltuinen. We hebben zeer weinig speeltuinen bij ons in de omgeving. Antwerpen staat daar niet voor bekend. Ik woon juist naast Antwerpen. De gemeente bij ons ook niet echt veel. Mortsel ook niet echt fantastisch. En je ziet dat ook de speeltuinen, wetenschappelijk hebben ze dat onderzocht, en dat de speeltuinen eigenlijk niet gevaarlijk genoeg zijn. Nou, wat willen we zeggen? Er is niet genoeg uitdaging voor de kinderen. En een speeltuin die geen uitdaging creëert of geeft aan de kinderen, dan gaan de kinderen hun eigen uitdagingen zoeken. En je ziet dat in een speeltuin, zoals dat je hier op de foto ziet, de standaard speeltuin zoals dat je bedenkt bij u in de gemeente, uiteindelijk vrij saai is en dat de kinderen daar iets gaan op zoeken om zich uit te leven. En eigenlijk rapper gewond geraken daar dan in ja, de schrootspeeltuin, zoals in Denemarken, in Noorwegen, waar dat ze gewoon ongelooflijk veel brom op een hoop gooien, zelf zagen, spijkers, nagels, en dat kinderen eigenlijk hun eigen speeltuin maken. Je zou denken, dat is veel gevaarlijker. Elke preventieadviseur, hè, want dat doe ik soms ook wel voor de brandweer, ook preventie, die keurt dat standaard af. Maar het is wel eigenlijk in de long run veel beter voor kinderen. En kinderen hebben veel minder grote en zware ongevallen. Dus ja, heb ik gedacht, hè, als we dat niet kunnen vinden in de buurt, gaan we dat gewoon zelf creëren in onze eigen sporthal. Dus voor onze eigen kids, de kunde van onze eigen leden. En een derde reden dat we toch ook naar voren willen brengen, en de reden waarom dat wij het ook gestart zijn. Dus ik heb wat schematisch is voorgesteld wat volleybal op dit moment eigenlijk al wat te bieden heeft op de verschillende leeftijden dat we kennen. En dat bouwt zich natuurlijk op. Hè. Nu, we hebben wel wat nadelen aan volleybal, dat moet ik jullie uiteraard niet vertellen. Maar een van de moeilijkste punten, zeker voor jonge kids, is dat het een heel technische sport is, dat er heel veel technische moeilijkheden aan zijn. En dat heel vaak meer nodig heeft dan sommige andere sporten, die dat ik hier in het schema dus bij U7 al wel laat starten, zoals tennis, voetbal en basketbal. Mijn zoon die speelt op de eerste leerjaarspeelplaats, die voetbalt. En die komt thuis en die vertelt, papa, ik heb vandaag gevoetbald. Terwijl dat die sport natuurlijk ook veel meer inhoudt dan alleen de bal en die proberen in een doel te werken, lijkt dat een heel complete sport zelf op die U7 op de speelplaats en bouwt zich dat ook zo verder op. Datzelfde bij hockey, waar dat ze een stick hebben en een balkje en die moet ook ergens naartoe, basketbal enzovoort. Dus zo'n zaken, ja, daar maakt onze sport het al wat moeilijk. Ik heb dat ook proberen te benoemen. Ja, onder de U5 spreken we eigenlijk beter gewoon van bal. Bij U7 merken we de initiatieven, hè, die
1 versus 1 en 2 versus 2 toernooitjes en smashbal die er wat bij komt. U9 is het balaspect alleen nog maar groter geworden, maar kunnen we toch nog niet altijd spreken over volleybal. En ja, als club merkten we gewoon dat we eigenlijk vooral in dat laatste stuk aanwezig waren. Waar dat het over volleybal gesproken wordt, waar dat we eigenlijk ja, die 3-3 wedstrijdjes al wel wat beginnen. Nu, in het begin ook zelf heel sceptisch over geweest. We zitten goed, we moeten daar ook zitten. Wij hadden 8 jaar geleden eigenlijk al... Meerdere keren naar de baan moeten trekken, hè? Meerdere keren. Hè? Ik heb in het begin altijd zelf inderdaad... Ik heb het zelf ooit 8 jaar geleden nog gestopt om voor kleuters enzovoort hier in de club iets te doen. Want wat was het rendement, hè? Hoeveel van die kleuters komen uiteindelijk in ons volleybalclub terecht? Dus ook dat hebben we moeten ontdekken. Hebben we echt moeten ontdekken. En ja, die ervaring en het letterlijk ouder worden... als in ook papa worden, heeft dan wel dat besef meer gegeven. En we merken gewoon dat we ja, nu als club meer of sneller zitten bij het moment dat hobby's ook wel gekozen worden, maar vooral ook veel gewisseld wordt. Wij merken heel veel jongens en meisjes die hier aankomen, die eerst al wel andere dingen gedaan hebben en dan volleybal eens gaan proberen. Maar in het stukje dat we vandaag benoemen als hobby ontdekken en kiezen, maar echt vooral het ontdekken, dat we daar als club dus ook wel wat ontbraken. Terwijl ik merk als ouder van Mats, dat in derde kleuterklas begon dat, maar ook in het eerste leerjaar, ja, is die vriendjes die gaan daar naar de voetbal en Mats wil mee. En die vriendjes gaan daar naar de basket of hockey en Mats wil dat zeker wel eens graag meedoen. Dus ja, die keuze of dat ontdekken van sporten zit zeker vroeger dan dat wij zaten. Dus dat is ook reden 3 voor ons om eigenlijk mee in die hobbykeuze te gaan komen. Hoe dat we dat doen, vertellen we u met heel veel plezier dan ook straks of verder. Maar het spreekt voor zich... dat wij met Move Bewegingsschool hier al wel onszelf geplaatst hebben. Dus wij richten ons echt tot en met 6 jaar. Dus vanaf 3 jaar mogen ze hier starten. En tot en met 6 jaar nemen we ze mee. Om zo toch ook aanwezig te zijn in die hobbykeuze. En dat moet ook realistisch zijn dat een club, zoals de meeste clubs, draait op sociale netwerken. Op mensen, op vrijwilligers. Mensen komen naar de club omdat ze daar hun kinderen bezig zien, omdat ze daar vrienden hebben, omdat ze daar graag zijn. Dus daar draait een club op. De clubs hebben niet genoeg geld om professionals te betalen, zoals in Antwerpen voetbal, en om zoveel tientallen professionals te betalen, zowel in omkadering, zowel in als trainers en zo verder. Wij kunnen dat niet. Dus wij moeten echt puur teren op mensen die hier graag zijn, mensen die het belangrijk vinden om hier te zijn, of er een voordeel voor hun uithalen. Zij het omdat hun kinderen het goed doen, zij het omdat ze het zelf tof vinden, hun familie die hierin verweven zit. Dus een bewegingsschool heeft ook heel veel effect gehad op dat. Ons vrienden, mijn jonge kinderen, ja, die komen hier ook naartoe. En die blijven ook langer. En die gaan al eens mee een tapdienst draaien. En die, ja, die hebben al wel eens goesting om eens met een pannenkoekenslag mee te doen. Die hun broers en zussen, die komen ook eens langs. Want die zijn hier veel, die zijn er graag. Op het familiefeest wordt erover gehad. Ja, ik moet door, want ik moet naar de volleybal. Want die praten toch veel over de volleybal. Tja, wat is dat? En zo maakte jij een groot netwerk en een sterker netwerk van begins af aan eigenlijk. En je krijgt elke keer een nieuwe instroom. Dus je netwerk wordt groter, want uiteindelijk wordt dat ook kleiner. Je gaat stoppen ook mensen. Hè. Dus je netwerk wordt groter en je hebt continu instroom van jongs af aan. En dat vonden wij ook heel belangrijk als familieclub, zeggen ze altijd. Ik vond dat een beetje een vreemde naam, maar ik heb dat wel leren te appreciëren. En we merken dat ook, hè, want de leden in onze bewegingsschool, ja, wij zijn midden dertigers, de ene meer actief nog in volleybal spelen dan de andere. Maar mijn ploegmaten, die ook nog meespelen, hebben ook allemaal jonge kids, zelfde leeftijden, en die komen naar die bewegingsschool. Ja, en ja, dat is op zich heel logisch. Is die bewegingsschool er niet, ja, dan zoeken zij dat uiteraard bij de bevriende turnclubs hieromtrent of bij voetbalclubs en eender welke andere concurrentie of conculega sportclubs die dat we dan ook hebben. Dus daarom, ja, 4 redenen waarom dat wij uiteindelijk gezegd hebben, god, het wordt hoog tijd, het is een must go dat wij een bewegingsschool terug beginnen. Nu, dat is niet eenvoudig en we willen dan ook de doel Of het einddoel van deze webinar niet te ver leggen of te hoog mikken. Maar het zou wel fijn zijn als we merken dat
het einddoel wordt dat er binnen de clubs die nu hier aanwezig zijn, op het eind van het seizoen toch ook minstens één bewegingssessie, bewegingsschoolsessie voor kleuters zou hebben opgezet. En het is daarom dat we dus nu tips en tricks gaan meegeven van hoe begin je daaraan en wat heb je daar eigenlijk uiteindelijk allemaal voor nodig. We hebben het opgelijst en we gaan ze dan ook even met jullie één voor één behandelen. En je ziet dat er zeker ook een aantal van die thema's die er juist bij de nadelen of vooroordelen passeerden, dat die ook terug gaan komen. Want uiteraard waren die voor ons ook niet nieuw. Het eerste natuurlijk is dat bewegen. En daar heb je een ruimte voor nodig. Onze tempel Den Drap is dat bij ons, voor degenen die toch iets verder van Antwerpen liggen, de sporthal hier in Mortsel, de gewone gemeentelijke sporthal, met volleybalvelden in, niet per se, of eigenlijk echt niet gemaakt voor een bewegingsschool te ontwikkelen. Geen echt veel sportramen aan de muren enzovoort. Maar we laten het toch graag eens zien. Maar je hebt wel ruimte nodig en daar moeten we wel op staan, want ze hebben hier ook, we hebben meerdere sporthallen in de omgeving, hebben ze ons ook proberen in een kleinere sporthal te steken vanuit de stad uit, omdat er daar wel sportramen tegen de kant hangen. Maar ik heb daar altijd zeer hard nee tegen gezegd. Ik heb daar echt, dat was een breekpunt voor mij, ik moet ruimte hebben. Als ik parcours wil bouwen, als ik kinderen wil laten bewegen, dan moet ik ruimte hebben. Kinderen moeten ruimte hebben om zich te kunnen uitdrukken, zij het als bewegend of met de stem. Dat gaat niet als iedereen ligt te roepen in een kleine omgeving. Dat gaat ook niet als het te druk is. Die kinderen worden te druk in hun hoofd. Je moet ruimte hebben om te bewegen. Dus dat is wel belangrijk. Dus als je een kleine sporthal hebt, dan wordt het een uitdaging. Dus bewegen. Er zijn 12 basisbewegingen. Maar eigenlijk, puur persoonlijk, ik ben daar niet veel mee bezig. Ik denk altijd in 3D, in 4D, maar ik probeer kinderen in 3D te laten bewegen. En we hebben dat hier in 4 zones opgebouwd. Een filmpje. Het is eigenlijk door te werken met die 4 zones, en dat hebben we eigenlijk vanaf de eerste moment ook zo gedaan, dat we heel veel van die basisbewegingen eigenlijk gemakkelijk en automatisch in die ruimte kunnen laten plaatsvinden door onze kleuters. En je ziet er wat beelden van, maar we overlopen ze ook graag eens met jullie. Dat geeft natuurlijk ook, we hebben een grote sporthal hier, ik denk dat ze 40 op 40 meter bijna is, dat geeft natuurlijk ook de kans om ze helemaal te vullen. Het is niet zo dat wij hier elke zondagochtend, als we deden, alles dan binnensleuren om die helemaal gevuld te krijgen. Nee, we deden dat met heel veel verschillende zaken, dat je ook hier ziet al in de filmpje. Nu, als je dat dan wilt vullen, dan is er één probleem natuurlijk, dat er juist al naar voren kwam. En dat is dat budget. Als je die ruimte wilt vullen met materialen enzovoort, dan komen we altijd heel snel tot hoeveel mag dat kosten, hoeveel gaat dat kosten, wat kunnen we doen enzovoort. En we halen er heel graag het voorbeeld van Achilles bij, van Aad Grimbergen, omdat we er heel graag naartoe zouden willen gaan, naar de mogelijkheden die daar gecreëerd zijn, de materialen die gebruikt zijn. Maar dat is niet altijd evident. Je moet realistisch zijn. Achilles, ik ben daar opgegroeid, dat is altijd het vierde kind bij ons aan de tafel geweest, bij de familie Rousseau. Dat is ons vader zijn geesteskind. Maar het budget dat ze daar hebben gekregen, of dat ze daar in staat zijn gekregen, dat ze zelf hebben losgekregen, mooi gedaan, dat kunnen wij nooit niet krijgen. Of toch niet meer in deze sportklimaat, met de huidige partij aan de top van het sportbeleid. Zeker niet. Plus ook de gemeenten, de stad Mortsel, ik zeg altijd de gemeente, ik krijg altijd bronnen mijn vijf. De stad Mortsel heeft er die stijl ook niet in om budgetten te gaan besteden. Om zoiets, als je kijkt naar de beelden, om zo'n fantastische opbouw van materiaal, van omkaderingen, zoiets te creëren, dat kunnen wij niet. Dus wij gaan het met plan B moeten doen. En als er één ding is wat dat pompiers goed kunnen, dat is met weinig iets oplossen. En dat geven we dus ook eens heel graag mee. Dit zijn beelden terug van bij ons op de bewegingsschool. Door in die zones te werken, onze eerste zone is de loopzone. Dan kan je met heel eenvoudige materialen zoals tennisballen zullen op elke club wel standaard liggen.
Ook banken om dingen tegen te houden, maar dan de ruimte om te lopen is ook aanwezig. Ja, door zo'n eenvoudige dakgoot aan te kopen, watergoot van zo'n tuinhuisje, slaag je er dus al in om ja, kinderen in beweging te zetten met eigenlijk een heel beperkt budget. Maar heel onze loopzone is eigenlijk zo opgebouwd met materialen die dat we op zich ook al hebben. Ja, potjes, kegels die hier aanwezig zijn, die tijdens volleybaltrainingen gebruikt worden. Ja, hoepels, ladders die dat je er ook op de grond ziet liggen. Dat zijn allemaal zaken waar dat je heel gemakkelijk kinderen, en in dit geval dus kleuters, ja, de juiste bewegingen mee kan laten doen en kan zorgen dat ze, ja, dat ze aan die basisbewegingen werken. Dit is trouwens Mats, iets ouder al, dus hij is echt wel zijn benen beginnen gebruiken. Hij is niet blijven poepschuiven. Maar dus ja, het zijn materialen die dat we eigenlijk ja, kennen vanuit onze club en die dat we inzetten in zo'n loopzone. Bij de balzone doen we eigenlijk juist hetzelfde. Een volleybalnet, ja, herkenbaarheid ga je vaak nog over terugkomen, dus we willen onze sport uiteraard wel ergens ook al wat in de pictures zetten, maar standaard zal er wel een volleybalnet ook aanwezig zijn. Maar evengoed, we willen alle balsporten, alle balvaardigheden naar voren brengen. Dus op de foto zie je ook dat we basketbalringen gebruiken, dat we wat kegels hebben, voetbal, ja, voetbalgoaltjes enzovoort. En daar een gemotiveerde jeugdtrainster of jeugdtrainer bij, die dat daar echt met veel animatie die bal kan over het net gooien, die de kinderen echt kan entertainen, ja, dan heb je eigenlijk niet veel nodig. Dan heb je de kracht uit de mens en dat is meer dan genoeg eigenlijk. Ja. En die kleuters beginnen er zelf ook aan. Hè? Het is niet zo dat wij hier overal een trainer bij zetten die zegt, en nu nee, moet je... Je hebt maar één nodig voor heel de zone. Hè? Voor hier moet je naar die basketbalring gooien. Het is zelfs zo, je ziet daar die typische smashbal hangen aan die basketbalring. Wij denken dan, ze gaan erop slaan. Die kleuters die gaan er aanhangen en die proberen langs een onderkant te scoren in die basketbalring met die bal. Dus dat is juist het fijne, dat ze daar in zo'n zone helemaal kunnen. Dus ja, materialen van. En ja, dit is eigenlijk een oefening die zelfs het meest actieve ooit is geweest. En dat zijn uiteindelijk maar ja, 4 tafels die omgedraaid zijn. En we hebben tegen die kleuters gezegd, ja, de mama's en de papa's mogen er niet uit voordat al hun ballen uit hun zone zijn. En ja, die hebben gewoon 10 minuten bezig geweest met die ballen er proberen terug in te gooien. En die ouders probeerden er ze buiten te houden en dat maakt dat ja, lachen, gieren, brullen is op kleuterniveau en met heel, heel beperkte zaken, met 4 tafels die dat we hier uit onze cafetaria hebben gehaald en naar binnen hebben gebracht. Dus, en zo zitten we al in zone 3, waar dat we het ons ook gemakkelijk maken. Ja, dit is natuurlijk de snelste zone om op te bouwen. Maar zeker niet de minste... actieve of bezetten? Nee, het heeft denk ik bijna zelfs de grootste aantrekkingskracht bij onze kleuters. We hebben altijd eigenlijk 2 springkastelen die dat we in de ruimte zetten als derde zone. En ja, waar dat die kinderen ook in het rollement mogen passeren en ja, heel veel van die basisbewegingen automatisch zal gaan doen. En ja, jullie kennen allemaal jullie eigen tuinfeesten enzovoort. Dat spreekt voor zich dat dat aantrek heeft. Het grote voordeel is dat er ook altijd andere springkastelen zijn. Dus het is niet het standaard lege springkasteel zoals je daar ziet rechts op het scherm. Zo hebben we er soms. Maar we hebben er ook links de brandweerwagen met verschillende structuren in. Een kasteel met allemaal structuren in. Dus het is elke keer wel iets anders. Wat maakt dat wel uitdagend blijft? Daar hebben we een afspraak met een partner. Daar komt zelfs ook nog iets meer over. Maar ja, dan zone 4, de klimzone. Ja, dus dat is mijn show. Klimmen, het parcours bouwen. Ik ga heel eerlijk zijn, wij zijn begonnen met niets. Maar echt met niets. Als je kijkt rechts, dat was mijn eerste parcours. Dat was 2 volleybalnetten met een touw aan 1 gebonden, 2 palen om dat open te houden en ik heb een tunnel. Daar links, daar ga je straks een foto van zien, dat is een lange mat in een hoek tegen de muur gezet en ik heb de tunnel verlengd. Links, ja, daar hebben we gewoon een mat op de grond gelegd voor de vloer te beschermen. En hebben we alle ballenbakken die we in ons kot hadden, hebben we op zijn kant gelegd. En dan denk je, ja, handen en voeten. Ja, op handen en voeten, ja, dan heb je sowieso al de 4 steunpunten dat je kind traint. Maar op die ballenbakken moeten ze ook nog eens oog-handcoördinatie trainen, want ze kunnen hun voeten ook niet overal zetten. Ze moeten op die baren hun voeten zetten, op hun handen. En dan wat verder met een grill. Ja, dat is dan voor hun vingers ertussen te steken, dus dat is toch een ander gevoel. Dan gaan we over naar terug zo'n bak. Dus iets heel stoms, maar dat geeft u wel
misschien 10 meter aan ja, een structuur die iets anders is. Hè? Een keer een andere beweging. Je ziet, dat was ons eerste parcours, dat was echt niks. Hè? Twee bovenkanten van een plint, een bord van de sponsoring. Ja. Ja, de sponsoring omgedraaid. En we hebben zo'n karretje van de verhuisdingen. Ik denk dat dat van u zelf nog is, van bij uw verhuis. Van op de zolder weggetrokken. En daar hebben we gewoon een kindje op gezet met een begeleidster die die dan losliet. Voilà, glijden naar beneden. Keileuk. Ja, dus dat is dan terug links het eerste parcours. Banken op een omgedraaide ballenbak. Dat is die witte dingen, dat is gewoon een omgedraaide ballenbak. Het voordeel dat we in de stad hier in de sporthal hebben, wij hebben een grote trampoline. En dus de stad heeft een grote trampoline staan. Dan maakt het natuurlijk wel, ja, oké, okay, bon. Dat is een mooie attractie, hè? Dat is de plus. Maar dan ja, de tafel van de scouting, hè, daar hebben we dan een parachute rondgehangen. Hup, nog een tunnel. We hebben een box laten maken voor op te staan in een tijd voor het blok en zo te trainen. Ja, die hebben we buiten getrokken. Dus je ziet, dat is heel, heel basic. En toch kregen wij achteraf dezelfde reacties dat we nu, zoveel jaar later, met iets beter materiaal, nog altijd niet fantastisch, maar iets beter, kregen we dezelfde reacties. Oh, kei tof gedaan, ze hebben superveel bewogen. Omdat we natuurlijk, ja, je doet eens één keer het parcours, dan vragen ze om het parcours te doen op handen en voeten, of ja, dat stuk moesten ze achteruit doen. Dus ja, we zijn vlot 25 minuutjes bezig, een half uurtje bezig, door 2-3 keer dat parcours te doen, in van alle andere modussen. Ja. Ook al lijkt dat voor ons nu, van wow, zo speciaal is dat niet. Voor die kinderen is dat wel totaal iets anders. Zo'n tunnel van een lange mat, ik weet niet, 8 meter of zo. Ja, dat is donker, dat is laag, dat is toch wij. Dat is een volledig andere belevenis dan dat wij dat hebben. Hè. Die kinderen zijn 4 jaar. Allee. Dus, voilà. En nu hebben we dus een beetje ons eerste parcours gezien. We gaan even terug naar de Menti. Typ eens in wat dat jullie zouden maken met een valmat. En dan gaan we daarna eens bespreken hoe dat wij ons valmatten hebben gebruikt. Gewoon eens om de denkproef te maken. Dus ja, gewoon, nu kan je wel wat volzin gebruiken, maar dus, of een korte omschrijving geven. Maar dus probeer nu zelf eens creatief iets te maken met een standaard dikke valmat die toch in de meeste sporthallen wel te vinden is. En wij zijn heel benieuwd. Misschien lezen we nog wel iets waar we zelf nog niet aan gedacht hebben. We gaan jullie daar heel even 2 minuutjes voor geven. Terwijl iedereen heel hard bezig is met heel creatieve ideeën te werken, geef ik ook graag even mee dat binnen een paar minuutjes het registratieformulier voor de aanwezigheden beschikbaar zal worden gesteld. En deze link blijft een kwartiertje beschikbaar. Maar we kijken natuurlijk allen ondertussen uit naar jullie inspiratie.
Oké, okay, jullie zien net als ons heel wat leuke en creatieve ideeën passeren. Veel van die dingen hebben we gedaan, ja. Zeker en vast. Wij zijn begonnen met een van de eerste sessies. Allee, ik ben begonnen met dit te doen. Twee tribunes uit elkaar, een klimtouw. Ja, teamchef van het klimteam, dan heb je iets met touw. Een klimtouw ertussen geloveerd en de mat opgelegd. Wat maakt dat natuurlijk omdat een pakje stabieler is? Ze zweeft eigenlijk. En ja, die touwen die zijn niet overal even gelijk verdeeld. Dus op sommige plaatsen zak je meer door de mat dan op de andere plaatsen. Wat maakt dat je ook nog eens op de tribune moet kruipen? Dus dat is een extra beweging bij. Dat kost u niks, deze. Het klimtouw, we hebben dat gekocht bij een uitverkoop bij ons op het werk. Die allemaal vervallen touwen. Een vervallen touw, dan denkt u, dat is een rottouw. Nee, een touw moet bij wet na 10 jaar worden afgeschreven. Dus om niet meer aan te gaan hangen op 100 meter van de kathedraal. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat dat slecht is. Dat is nog altijd een perfect werkend touw. Dus voor zoiets is dat perfect. En het voordeel bij kleuters is ook natuurlijk, ja, als je hier met de eerste Fenian-team van de club op gaat springen, dan kan de kans wel bestaan dat er iets gebeurt, maar het gewicht van kleuters is natuurlijk heel beperkt. En gaat er ook voor zorgen dat die tribunes meer dan zwaar genoeg zijn om dat gewicht te dragen en ook niet te verschuiven of te verplaatsen op de druk van de kleuters die erop kruipen. Dat hebben we al meermaals ontdekt, hè, dat ja. Altijd voldoende is. En als je dan nu die spacers ertussen laat, want hier hebben we nu die brugsteunen ertussen gelegd, we moesten er ergens mee naartoe. Maar als je die er van tussen houdt, kun je bijvoorbeeld een 8 maken in je parcours. En kun je direct een tunnel maken. Je moet wel zien dat je touwen met de juiste knopen verstevigt, hè, dat dat niet instort. Maar dan kun je een 8 maken. Dus je tunnelsysteem dat ik gezien heb heel veel in de antwoorden, kun je hier direct in verwerken. Ik zeg niet dat dat de enige oplossing is. Zo gaan alle oplossingen die we vandaag doen niet de enige oplossingen zijn, maar het is een idee. Ja. Maar standaard kan ook, hè. Dat gewoon echt gebruiken voor wat het dient, want we vragen nu om creatief te zijn met een mat, maar we hebben zeker ook reacties gelezen waar dat de mat gewoon gebruikt wordt voor wat het dient en ze kunnen er dan op springen en hetgeen dat je naartoe bouwt, kan dan de uitdaging worden. Dit is ook nog altijd parcours 1, hè. Allereerste keer, je ziet, ik heb daar naast die bak dat we hebben verblokken, die zwarte dingen, dat is de speaker. Ja, dat is effectief de speaker voor de match van de heren 1 en dames 1 voor de muziek. Die is gewoon daarachter gelegd en dan heb je ja, een aanloopsysteem. Gewoon wat mattekes die plooien en voilà. Meer is dat eigenlijk niet. En deze hebben we laatst over op het sportcamp ook nog eens gedaan. Maar stond ook in jullie reacties. Ik dacht dat ik hem ook al op de site van Volley Vlaanderen is had gezien. Maar dus ja, volleyballen kunnen perfect zo'n mat dragen als je zorgt dat ze niet weggaan. En krijg je weer onmiddellijk zo'n bewegend effect. Dat schijnt zijn voetballen wel niet sterk genoeg om zoiets te doen. Dus op dat gebied zeker trouw blijven aan onze sport. Maar je krijgt beweging, ja, een ongecontroleerde bewegingen dat die kleuter ja, moet proberen te overwinnen. En de ene springt daar met een aanloop op en de andere gaat dat heel voorzichtig doen. Trouwens, de gebroken arm van deze meisje was niet gebeurd op een bewegingsschool van ons. Voilà, heel leuk om te lezen dat jullie daar mee gaan. We geven jullie opnieuw diezelfde opdracht, maar met een tweede standaard voorbeeld. Iedereen heeft banken, hè? Dat is de standaard. Iedereen heeft banken. Wat doe je met je banken? Ja, de meesten doen hetzelfde. Wij ook, zeker en vast. Dus dat is een moeilijker voor mij persoonlijk, hè, want een bank is een systeem dat je voor een paar dingen kunt gebruiken en dan zie je wel. Maar we zullen niet zien wat jullie zelf met jullie banken doen. Ook dit idee wordt uitgetipt, even voor jullie mannen, toch de positieve reacties meegeven. Mensen zeggen, ze vinden het leuk dat jullie eigenlijk het praktijkverhaal brengen van het mortsel. 1. En 2. Dat jullie het ook interactief houden op dit moment. Op die manier blijft iedereen getriggerd. En straks bij de eerste vragenronde kan ik jullie al
ofwel geruststellen ofwel wat schrik aanjagen, want er zijn wat vragen binnengekomen. De meeste dingen die wij ook doen met banken, hè? Absoluut. Hè? Evenwicht omdraaien, de ongeleide naar omhoog trekken, overspanningen. Een wip vind ik wel een hele uitdagende. Dat is toch iets, denk ik, dat we... Het enige is, we mogen dat niet, ja. Is toch al. De stad Mortsel is zeer, zeer streng op de vloer en ze hebben gelijk. Maar ja, dat beperkt sommige manoeuvres wel een beetje. Misschien even iets, ja, opnieuw. We spreken echt over het begin, hè. Dus ja, een van de eerste parcours. Ja, ik had een plint over. Dus voilà, ik heb die plint daar rondgezet. En we hebben het kruipgedeelte, het trekgedeelte eigenlijk, over de plint. De volgende ronde dat ze daar gaan komen is, ja, kruip over de stukken. Hè. In plaats van eronder, kruip er dan eens door. Rechts zie je een overspanning staan, dus een beetje op hoogte, een klein beetje een gevoel van hoe. Ik zit hier op hoogte, ik moet mijn evenwicht bewaren. En we zetten een obstakel in het midden. Terug gewoon, een plint. Ik had een stuk over, up, ik zet dat daarbij. Ja, en dan de omgedraaide bank, ja, die kun je zeker gebruiken. Up, je pakt een ballenbak, hè, en we draaien daar de dingen op. Dat maakt een extra uitdaging. Weer zeer basic materiaal dat we hadden liggen. Die rechtse foto, moeten we eigenlijk eerlijk zijn, dat is van het jaar daarna, want daar hadden we al een schuif af laten maken. Maar je ziet dat we zelf nog altijd, vandaag en jaren later, met al ons basismateriaal moeten blijven gebruiken, omdat we niet dat budget hebben om direct zeer groot te gaan. Maar dat zal wel zo wat de rode draad zijn van heel dit gedeelte. Dus ja, door een bank al iets of wat iets meer op de hoogte te plaatsen, is er al een heel ander effect dat je krijgt. Dat zie je hier ook. Om ja, de spanning te geven of het gevoel te geven aan de kleuter van ik ga nu echt het gevaarlijkste doen in heel mijn prille leven. En dat was bij Mats dus heel vaak ook het geval. Hè? Die werd voorbijgestoken door... Ja, door kleuters die toen hij zelfs vijf was, door driejarigen die dat wel vlotter deden. Gewoon door het spanningseffect dat die zichzelf soms oplegden of het gevoel dat naar boven kwam. En ja, dat creëren maakt dat je iets uitdagend bouwt. Iets dat we nog niet hebben gezegd is dat we van in het begin hebben gezegd van ja, de ouders moeten de veiligheid zijn. We hebben daar nu, dat zullen we straks zeker tot toe komen, zijn we bij ene groep daarvan afgestapt. Maar dat was in het begin zeker wel het geval. Wat maakt dat ook de ouders wel getriggerd worden? Want tja, kan mijn kind al over een bank lopen zonder dat ik het handje moet vastpakken? Ah, ja of oh nee. En dat is ook een confrontatie voor de ouders. Ik word geregeld geconfronteerd met ja, mijn persoonlijke beperking in de opvoeding van mijn dochter. Van, amai, ik voel mij daar moeilijker bij dat zij dat niet kan. Of ik voel mij daar... Ik ben trotser eigenlijk voor het feit dat ze dat wel al kan dan dat ik misschien zou moeten zijn. Alleen nee, ik mag natuurlijk zeer trots zijn. Maar dat is voor de ouders is dat ook zeker een fantastische belevenis. Over zoiets heel basic als gewoon een overspanning overgaan. Van ja, in hoever moet ik mijn kind daarin begeleiden? Dus het is een leerproces voor de twee. Absoluut. Oké, we hebben nog een laatste. Een laatste keer dezelfde denkopdracht. De lange mat. De lange mat, die toch ook wel vaak bij ons in de constructies belandt. Maar we zijn vooral benieuwd opnieuw in Mentimeter te lezen wat jullie daarvan durven maken. Met, wie weet, nog wel een ideetje voor ons ook bij. Dus voor de laatste keer, typ gerust eens even kort, wat jullie denken, goh, dat kunnen we nu doen met zo'n typische lange turnmat.
We lezen heel veel koprol. Bij ons gaat dat er iets minder in zitten, waarom dat wij ja, eigenlijk niet heel veel begeleiders hebben. We zouden daar graag naartoe gaan, maar koprol is iets dat je moet aangeven. Dus wij hebben meer het idee dat we kinderen laten doen wat ze zelf willen. En als er iets wordt aangegeven, zal het op bepaalde plaatsen zijn waar we effectief een begeleider zetten. En anders is het ja, de ouders die dat eigenlijk een beetje de entertaining zijn. Dus voilà. Maar wat doen wij met onze lange mat? Weer al niet de enige ideeën uiteraard. Maar twee ballenbakken, de bank van daar straks. En als je ballenbakken op zijn kop, op zijn hoofd zet, die lange, je ziet dat zijn baren. Dus nu was ik daar een tijdje naar aan het kijken en ik dacht, ja, als ik nu dat terugweef achter die baren, dus ik steek dat eigenlijk langs achter, terug erin, dan kunnen ze eigenlijk nog elke keer de baar vasthouden als grijpmiddel, maar zit uw mat wel mee vast vergrendeld tussen die ballen en die, ja, die ijzeren baren, wat maakt dat uw mat niet weg kan. En je hebt ja, een fantastische structuur. Dus ze moeten klimmen naar omhoog op een ladder uit ijzer. En je maakt direct een hoge structuur waar dat ze naar beneden moeten. Hè. Die ouders staan ernaast, we leggen er matjes naast als we kunnen. En dan kunnen er alle structuren erachter zetten wat je wilt. Je kunt erachter, achter die lage bak, je kunt nog iets naar omhoog. Je kunt plat maken, alles wat je wilt. Maar dat geeft u wel ja, een zeer toffe structuur die er staat waar dat alle kinderen willen opkruipen. Hè. Als ze dat zien. Rechts gewoon standaard. Er liggen een paar structuren onder je lange mat. Wat maakt dat je een golvend pad hebt? Maar dat hebben we gelezen. Hè. Jullie waren daar ook al op gekomen om erover te gaan. Dat was sessie 1 links. Gewoon tunnel gemaakt. Schuin tegen dingen. Weer al ballenbakken uit het kot getrokken. Zodat hij niet onderuit schuift. We hebben zeer weinig materiaal. We moeten het doen met vindingrijkheid. En ja, nadenken over wat doen we ermee. Ik doe dat 's morgens op die 20 minuten dat ik naar hier rijd. Dan denk ik mijn parcours uit. Dus voilà, zo'n ding is. Je zet je tribune uit en je legt je mat erop. Wat maakt dat een tribune is? Oneven. Dus elke keer dat dat kind er gaat opstaan, gaat die mat zich een beetje verzetten. Die gaat klikken. Dus dat gaat, ja, dat is natuurlijk een uitdaging. Je hangt er een touw aan en ze zijn aan het berg beklimmen. Er zijn lawines aan het omhoog beklimmen die daar zeer onstabiel zijn. Je kunt er nog een verhaaltje bij verzinnen als je er een trainer bij zit. En dat is fantastisch om te doen natuurlijk. Wat hebben we absoluut nodig? We gaan nu even over naar de materialen die wij denken dat je absoluut nodig hebt. En wat dat je moet hebben is klimtouw. Zelf al kende geen knoop. Heb je er nog nooit nagedacht over hoe ziet dat er eigenlijk uit? Je moet dat hebben. Je kunt je parcours niet veilig maken zonder touw. Dat gaat niet. Je kunt geen structuren hoogte maken. Je kunt geen verschillende losse objecten aan elkaar hangen zonder touw. Daar moet je touw voor hebben. En eigenlijk moet je knopen kunnen. Dus je zou iemand moeten hebben die dat kan. Maar je hebt altijd wel iemand die bij de scouts heeft gezeten. Je hebt altijd wel iemand die daar iets meer mee bezig is. Dus dat is niet zo heel moeilijk. Maar je moet het hebben. Ja. Wacht, ga eens even naar terug naar de vloer. Waarom? Ja, wij proberen er om de twee keer een dead ride in te steken. Ik heb x aantal jaar in de Brigade Paracommando gediend als kliminstructeur. En ja, ik heb ook heel veel dingen dat ik van ja, mijn vorige ervaringen gewoon heb gezegd. Ja, maar ik vond dat kei tof. Waarom zou een kind van 3, 4 of 5 dat niet tof vinden? En een dead ride is daar een van die dingen van. Eigenlijk is deze een Tyrolean, maar bon, dat terzijde. Ik dacht van, als ik dat kei tof vind, we maken dat gewoon kleiner en minder stijl en iets veiliger. Hè? Want ja, mot leeg blijft leeg. Dan gaat dat sowieso een big hit zijn. Dus ik heb naar de chef gestuurd, mag ik een dubbele katrol kopen voor de organisatie? €70, hup. Oké, en voilà. Autoband uit het kot van mijn schoonvader gaan halen. Het reservewiel van mijn schoonvader eruit gehaald. 3 banden en... Ja, we hebben een dead ride. Het is inderdaad wel zo, dat, en dat zie je ook hier in deze constructies,
dat die touwen wel van goud waarde zijn. En als er ergens aan wat geïnvesteerd kan moeten worden, dan is het wel in dat. Maar partners kunnen daar zeker in helpen. En zoals Jill ook al zei, ik heb nog nooit een knoop gelegd op de move. Ik ken het nog altijd niet. Maar we hebben al wel een partner bij de Scouts en KSA gehad, die dan 's morgens even meekomen. Die hebben soms ook een insteek nodig richting een kamp, dat ze dan in de zomer doen. En die helpen ons dan bijvoorbeeld met zo'n constructie als links. Ja, daar is dan wel wat werk aan om dat vast te knopen. Maar het geeft een ongelooflijk leuk gegeven voor die kleuters. Het beweegt en het geeft spanning. Wij zijn 3 jaar geleden denk ik naar de Hugo gegaan in Lier. En ik heb gewoon gezegd, wat kunnen we kopen? Wat is het budget? Ja, dat is het budget. Oké, ik moet die balken hebben, ik moet die balken hebben. Ik moet een buis hebben. En we hebben op lengte gesneden, we hebben daar gaten in geboord. En allemaal zelf gedaan, hè, want iedereen heeft wel ergens een boor liggen. Ik ben zeker niet de handigste, zeker geen een technische, maar dat kan iedereen. En voilà. Dus, en als je dan de scouts hebt bij een afspraak, en we betalen een stuk sponsoring voor hun kamp op het einde van het jaar, zij komen 's morgens een half uur of een uur knopen leggen, dan zeg ik gewoon, voilà, daar wil ik een bak op zijn kop, daar een bak op zijn kop, die moet daar aangeschort worden, die een balk daar aangeschort worden, en ik wil zwevende balkjes die hoogte. Misschien kennen ze geen fluit van de volleybal, misschien kennen ze nog minder van de bewegingsschool, maar sjorre, dat kunnen ze. En dat is niet zo moeilijk om te snappen, ah, hier komen twee balken, ja oké, dat gaat hier een zwevende brug worden. En zo krijg je een goede samenwerking. We hebben ook een buiteneditie. Dus als je ziet dat we twee touwen gewoon tussen twee obstakels recht zetten, dan zie je mijn dochter mooi haar evenwichtstraining doen. Ja, en links, ja, dat is een scheidsrechterstoel. Ik heb daar een... als je de linkse nog eens misschien kunt opzetten, ik weet niet hoe het gaat. Gewoon een scheidsrechterstoel naar buiten getrokken, een ladder voor mezelf, voor de opbouw. En dan heb ik een palet gevonden. Ik had een palet meegebracht. Die heb ik zwevend opgehangen op 2 meter van de grond. En we hebben een dead ride van boom tot boom. Ja, dat is het grootste succes van heel die dag. Daar zit ik 2 uur, 2 uur en een half, naar heel lang. Heel de tijd op diezelfde stoel. Het enige wat ik dan doe, is gewoon kind achter kind naar beneden aan het laten in een band. Het bewegingsaspect misschien puur basismotoriek en training is misschien eerder beperkt, maar de fun factor is wel 100%. Hè. Uw kind komt niet teleurgesteld buiten van die sessie. Hè. En het zijn prikkels, hè, want voordat ze naar die dead ride stand mogen, moeten ze dan ook wel eerst weer een ander parcoursje doen en een paar van onze basisopstellingen die dan mee buiten staan doen, om dan op die manier terug die fun te ervaren. Dus ja, het is, we gaan ook bewust 1 keer naar buiten, dan zitten we ondertussen in mei ook. Ook weer om dat extra ding mee te geven. We hebben de luxe om hierachter een veldje te hebben, maar echt groot is het niet. Maar een paar bomen om daar iets tussen te spannen en wat materiaal naar buiten brengen die een ochtend, dat werkt zeker ook. Ja. En gewoon twee balken, weer al twee balken van de Nubo. We zijn hier al precies reclame aan het maken. En ga ik daar een touw rond, hè? Gewoon 1 touw rondgeslagen. En je hebt een zwevend element waar dat ze kunnen bewegen. Hè? Dus ten eerste is dat onstabiel. Ze moeten hun handen gebruiken. Ze mogen hun handen gebruiken, soms misschien niet. Ze kunnen de achteruit doen. Je kunt die touwen, je kunt die dichtbij inzetten, veruit inzetten. Je kunt een achterkant van je touw, van je balk bijvoorbeeld op een van die scheidsrechterstoelen bevestigen. Als het wat moeilijker is bij de jongere groep, zeg je dan oké, één van de twee kanten gaan we bevestigen. Een kleine shoring, rap een touwtje. Tweede groep halen we dat eraf. Dan is dat al een pak stabieler de eerste groep, minder stabiel de tweede groep. Super veel oplossingen voor en eigenlijk, ja, dat kost je 2 keer niks. Hè. Scheidsrechterstoelen heeft iedereen, want anders zouden we geen volleybalclub zijn. Ja. We hebben ook gemerkt dat je, dat is weer dat kind, hè. Soms moeten we dat dan tegenhouden, maar dan moeten we echt wel een kegel op die stoel zetten. Ja. Of ze klimmen gewoon naar boven en ze zitten op die bovenste rij van balken te klimmen en klauteren enzovoort. Goh, dat is dan toch weer even die papa's die naar boven komen van, niet doen, het is daar. Maar eigenlijk, dat is het fijne, hè? Dat wil zeggen dat we uitdagende constructies hebben en dat ze er iets mee kunnen en dat ze zelf, wie weet, nog meer erin kunnen. We hebben zo nog een hele race om andere voorbeelden om aan jullie te laten zien met allemaal van die zaken die dat we ondertussen gebruiken. Ik ben met Sandra, ja, ik zat al jaren geleden, zijn wij naar
Mol of Olen gereden, echt super ver in de provincie. Bij iemand die dat op tweedehands of zoiets had gezet, denk ik. En dat was een verkoper in zonnepanelen. En die had keiveel van die bobijnen van elektrische kabels. Ik ben helemaal naar daar gereden, dat was denk ik een uur rijden bijna. Hij zegt van, ja, ik ben hier voor die bobijnen. Ah, je mocht er zoveel mee pakken als je wilt. En vanachter, in zijn hangar, gewoon ja, kubieke meters vol met bobijnen. In alle soorten en maten. Allee, niet de hele grote, maar ben ik daar 20, 30 bobijnen gaan halen in de van. En mijn vrouw rijdt paard. In de paardenvan hebben we die opgestapeld en we zijn teruggereden. Kunnen van alles mee doen. Die gaan straks ook nog een paar keer terugkomen. Ja, je krijgt snel beweging weer. Hè. Dus vaak laten we ze erop staan, maar het rollen gebeurt heel vaak dat we ze ook zo op die manier gebruiken. Nu is het mijn matje erop, maar we hebben het ook al zonder matje gedaan. En de blokken daartussen zijn ja, de blokkisten die dat we eigenlijk op de volleybaltraining gebruiken om de blokoefeningen te doen, om dat te werken. En dan zie je hier... ja, structuren, rechts het filmpje is uiteraard structuren voor een feest. Hè. Ik denk dat dat van een of andere party was van de eerste of de tweede ploeg die hier een feestje ging geven in de cafetaria. En die lagen hier. Dus ik denk, ja, top, we gebruiken dat. We hebben terug die plankjes van Jeff zijn verhuis, zoveel jaar geleden hier nog liggen, erop gezet. En we hebben hem bewegend gegeven. Links zie je dan die bobijnen die dat we hebben opgezet, die dat we op omgedraaid hebben. Dat is een... dat is een slackline, dat is eigenlijk gewoon een spanband van een camion, die dat we daar hebben opgespannen tussen twee volleybalpalen. Maar omdat dat voor kinderen toch nog uitdagend is, zo'n opgespannen slackline, hebben we die natuurlijk die stukken, hebben we daar stukjes in gezet. Dus je onderbreekt eigenlijk je lengte door daar die bobijnen tussen te zetten. Maar maakt dat altijd een meter, soms is een meter en een half, soms is het wat minder. We moeten overbruggen op ja, een opgespannen spanband. We hebben daar dan nog die twee touwen naast gespannen voor toch nog wat handen, dat ze hun handen kunnen vasthouden. Meer voor de tweede groep, hè, want dan, de ouders gaan daar dan iets minder bij zijn. De eerste groep gaat waarschijnlijk nog de hand van de ouders vasthouden. Maar ja, ook daar, als je ziet dat dat echt vlot gaat, kunnen zeggen, pak het maar met één hand vast, zonder randen als het lukt. Dus voilà. En als ze dan vallen, overvallen, ja, daar hebben we het ook nog niet over gehad. Een kind weet heel goed wat het kan. Een kind kan heel goed inschatten, dat kan ik niet of dat kan ik wel. Een klein beetje een push, een klein beetje een zet van je kunt dat wel, dat mag. Maar eigenlijk weet dat kind vrij goed, oké, deze gaat lukken of deze gaat niet lukken. En echt zware valpartijen hebben we hier nog niet gehad. Zelfs niet. Nee. En ik denk dat de verhalen van bewegingsschoen Achilles die veel meer kinderen hebben... Een uitzondering van één geval waar dat zeker ja, niet de fout van de begeleiding of de organisatie was, wat eerder pushen van de vader was, valt dat eigenlijk allemaal heel goed mee. Is hier ook die bobijnen ook gewoon ja, een ladder, die uiteraard daarmee wat touw wel is vastgemaakt, ja, dat ze dan schuift, maar ja, dan dient dat even goed eens in een sessie om te... Grotere bobijnen, ja. Om weer in die hoogte te werken. Diezelfde constructie als er juist, maar deze keer gewoon niet met touwen, maar die plintstukjes ook weer vastgemaakt. Wel, dat zie je nog net op de foto, denk ik wel aan die balk, maar die balk op die twee scheidsrechterstoelen. En, ook daar hebben wij gewoon uitbesteed. Hè. Ik dacht van, oh, dat is tof, ik heb dat dan op die balk omgelegd. Hè. De eerste sessie, dat was een jaar of zo ervoor, denk ik. Heb ik dat op de grond gelegd, maar als ik dat nu eens gewoon ophang... Ja, opnieuw, hè, defensie, clean team, veel hangend, veel van de grond, hè, want dat zit er zo ingebakken. Dus dan, ja, de link wordt sneller gelegd. En dat is gewoon aan die mensen van de KSA zeker, of de Giro vragen, kijk, sjor mij eens die stukken op die balk. Klaar. 10 minuten zijn die daarmee bezig, of langer, maar de andere begeleiders... Die wel weten wat de structuren worden opgebouwd, die wel weten wat is, kunnen dan weer vrijgemaakt worden om andere structuren te bouwen. Die tonnen, dat zijn eigenlijk gewoon overmaatse vaten. Hè. Dat zijn die dat ik ben gaan halen bij een garagist, ook echt weer super ver, weer al met mijn vrouw, ik denk dezelfde dag zelf. En daar zat ruitenwisservloeistof in. En ja, die kocht dat natuurlijk in bulk, want ja, een garagist. Hè. En om duur was dat leeg. En dan kon hij daar niks meer mee doen, dus ik ben die gewoon gratis gaan ophalen.
We hebben er zoveel mogelijk ingeladen in de RAN. En ik heb de bodem eruit geslepen. Meer niet eigenlijk. En dan hebben we tunnels. We hebben die op een balk gelegd, waar ze dan kunnen doorkruipen. Ik denk dat er nog wel wat dingen komen straks. Ja, weer al een ding, gewoon een afvoerbuis. Heel stevig. Dat is immens stevig. Je zou denken, oh, dat is plastic, ja. Maar dat is immens stevig. En zo'n dikke afvoerbuis. Gewoon in de Nubo, die buis wil ik mee hebben. En kijk wat voor een toffe beweging dat je daarop kunt doen. En dat is eigenlijk exact de beweging van het touwparcours voor de Brigade Paracommando die je jaarlijks moet doen. Er is een vaste balk in Marschendam, waar dat je zo 4 meter of 6 meter moet overbruggen. Ja, om een houten balk of een houten boomstam te gaan halen, leek mij wat zot. Maar dat kan er perfect voor dienen. En ja, als iemand van 3 of 4 jaar dat kan, is dat ook fantastisch. Terug die bobijnen gehaald. We hebben de banken van de kleedkamers buiten getrokken. Hè. En je ziet links kunnen ze zich stabiel houden aan zowel de bank laag of aan de muur hoog. Rechts kunnen ze met hun handjes op de twee balken, op de twee zitvlak van de bank hun stabiel houden. Dus ook daar weer al een beetje diversifieren. Nou, links misschien wat moeilijker, voor anderen dan weer wat makkelijker, want ze moeten minder laag gaan. En dus als ze 2 keer dat parcours doen, hebben ze 2 keer iets anders gedaan. Dus ja, tof hè. Als je wat handig bent met knopen en je hebt wat tijd over, ja, uw tribune, die dat wij het voordeel hebben dat we zo'n tribune hebben, naar voren gezet. Diezelfde tonnen van daar straks, gaten ingeboord en gewoon opgangen. Je ziet ze komen van achter op een zwevende ladder in de tunnel gekropen en ze glijden uit de tunnel beneden. Ja, het is daar donkerder onder een tribune, hè, want dat is met flash getrokken, dus het is daar donker. Op een zwevende ladder al naar daar gaan, ja, op handen en voeten. Sommigen misschien staand als ze daar hebben, dan een touw gespannen, maar echt hoog genoeg. Dat als ze willen staan, dat ze echt volledig moeten staan. We zetten er een begeleider bij, want ja, je ziet toch wel veel ijzeren structuren. We vallen niet echt aangewezen, dus we zetten daar iemand voor toch wel een beetje voor de veiligheid te waken. Maar super tof, hè. Allee, als ze daar buiten komen, zijn ze zeker entertained en zie je de smile op hun gezicht. Lab, dat is een heel aantal van onze voorbeelden en die zitten we dan in één zone van ons sporthal, waar dat we eigenlijk dan proberen die cirkel of dat circuitje echt te maken. Je ziet er ook nog een airtrack liggen, dat is een samenwerking met de Turnkring. Zij hebben er eentje hier standaard liggen in de sporthal naast ons, er is hier een turnzaal naast. En daar hebben we gewoon een heel goede afspraak mee. En die mogen we dus gebruiken tijdens de sessie. Wat het ook heel gemakkelijk is natuurlijk om je te focussen op dingen waar je meer tijd in moet steken. Om dan ook zo iets er nog bij te brengen. Nu, dat was zeker ook niet altijd in de eerste sessies aanwezig. Dus het is hoever en de middelen die er zijn, die dat je gewoon proberen te gebruiken. Het is ook niet altijd zo proper opgebouwd. Want soms maak ik het wat kleiner. Ja. Parcours. Maar drukker, hè? Want ik heb gezegd dat je beweging en je ruimte nodig hebt, maar soms mag het ook wel wat drukker zijn, omdat dat gedeelte dan wel wat vlotter moet gaan. Deze is heel mooi, je ziet heel proper opgebouwd, lijntje. Maar dat hoeft niet, daar kun je volledig vrij in zijn, je kunt er volledig doen wat je wilt, je zit er volledig vrij in. Uiteraard zit er vrij wat je doet, het is een vrij land, maar je kunt elke keer is iets anders doen, of je kunt 2 keer hetzelfde doen, of je kunt zo'n standaardparcours, want dat is denk ik ons standaardparcours, uittekenen. Voor als je minder begeleiders hebt, een paar begeleiders zijn ziek 's morgens, ja, oké, dan verandert dat wel natuurlijk heel je opbouwplan. Ik zelf kan er niet zijn, voor van alle redenen, ja, dat verandert ook wel heel de show. Ik ben bijna 3 jaar geleden papa geworden, op de 19e oktober, en de 20e oktober was de bewegingsschool. Ja, ik stond hier, maar dat heel goed kunnen dat niet het geval was. Dus dan heb je zo'n paar standaard parcours dat je voor je eigen uittekent. En die zijn dan mooi gestructureerd. Waarom? Omdat je dan, ja, je weet dat gewoon. Dat is gemakkelijk. En er kunnen gewoon ook dingen terugkomen. Hè? Dat helpt dan ook aan die helpers en bouwers. Hè? Ah, we gaan dat nog eens terug doen. Kinderen zijn dat heel vaak na een maand al wel vergeten. Ik weet niet of we dat al duidelijk gemaakt hebben, maar we doen dit 1 keer per maand. De reden daarvoor brengen we ook straks nog. Of zeggen we ook nog even straks.
Maar dat helpt ook wel voor die helpers en bouwers. We gaan richting die eerste vragenronde. We geven nog een paar dingen mee, want misschien dat daar ook wel al direct vragen over zouden kunnen komen. En we spreken over helpers en bouwers, dus ja, wij laten heel veel trainers en spelers die dat we aanspreken vanuit de volleybalclub. En dat is vrij aardig altijd gelukt de voorbije jaren om dat gevuld te krijgen. Ook al we hebben hier ook al wel eens met minder gestaan, dus dat is zo. En dan pas je wat aan. Maar daar vind je zeker helpers en bouwers. Er zijn ook veel spelers die geen trainer willen worden, omdat ze dan de tijd niet voor kunnen besteden, maar die op een voormiddag in het weekend dan wel eens één keer die moeite willen doen om te komen helpen. We hebben ook al LO-leerkrachten gebruikt. Dus er moet ook helemaal geen link zijn met volleybal voor die te doen. Dat is ook altijd een voordeel. Dus je kunt ook juist wel eens wegblijven van je eigen trainers. Maar een van de grootste hulp... Of de meeste helpers die dat we toch krijgen, zijn ook wel uit de meisjes en de jongens, U15, U17. Dingen versleuren, dingen naar de juiste plek brengen. Maar dan ook tijdens de sessie die kleuters op bepaalde plekken wat helpen. Gewoon de handje en erover of een extra paar ogen, dat is ook iets dat heel hard... of echt een grote hulp is tijdens zo'n bewegingsschool. Plus, toch ook een moeilijkheid in de volleybalclub is het zoeken naar trainers. Daar vind je toch wel heel snel wel eens iemand die werk ziet, die heel goed met kleuters om kan gaan. En dat worden heel vaak onze trainers, de starthelpers van de bewegingsschool in 2018, die zijn ondertussen echt wel een aantal trainers geworden. Maar ook grootouders, ouders en de jeugdbewegingen, dat we al gezegd hadden. Om nu een idee te geven, als wij de sessie laten starten om 9 uur 's morgens, beginnen wij met die opbouw om 7:30. En zijn wij eigenlijk, als er voldoende hulp is, vaak een kwartier te vroeg klaar. Als er minder hulp zou zijn, dan is het niet. Maar eigenlijk hebben we een startuur altijd al daarin gehaald. En kunnen we, door wat flexibel op te stellen ook. Ja. In afbraak hetzelfde. Dus als we eindigen om 11 uur, dan is eigenlijk heel die ruimte, heel die sporthal terug leeg om 12 uur. Dus dat is best een... En daar moeten we een beetje... Ay, er moet iemand altijd een klein beetje de voortrekkersrol daarin spelen. Personen. Ik doe het klimmen. Iemand anders doet de ballen. Meestal Thomas. Dus die komen ook meestal terug. Dezelfde. En jij doet het lopen. Dus dat is ook goed. Want iedereen moet zijn eigen zone wat kunnen uitbouwen. Maar dan moeten zelf als verantwoordelijke proberen flexibel in te zijn. Maar wat wil ik daarmee zeggen? Als ik zie dat we om 7:30 uur toekomen en er staat niemand, dan weet ik dat ik max 3 bouwers ga hebben. Dan ga ik geen structuren met 25 knopen per structuur gaan bouwen. Want ja, dan komen we er niet. Ik heb daar, ja, dat is ook een evolutieproces, een proces geweest voor mij. Ik ben daar geëvolueerd. In het begin tekende ik dingen uit of ik bedacht dingen. En ik kwam me daaraan houden. Ja, en dan zie je dat je er juist wel, juist niet komt van je tijd. Of je moet toch nog aanpassen ter plaatse. Dat zorgt voor stress. Als je daar flexibeler in bent en je zegt van oké, we gaan zien, ik heb een paar ideeën in mijn hoofd, dat wil ik zeker. En dan de rest, ja, dan kan ik dingen herbruiken of ik zal zien tot waar dat we geraken. Laat dat je ook toe om minder stressvol voor jezelf en je collega's te maken. Want de mensen komen wanneer dat ze komen, als ze kunnen, als ze willen helpen. Dus je kunt ook niet kwaad zijn als er minder zijn. Je kunt alleen maar content zijn als er meer zijn, dan kun je iets zotter doen. Maar dat flexibel zijn, dat is echt wel belangrijk. Zeker in een structuur met weinig materiaal en toch nog aan het opbouwen qua ondersteuning. Absoluut. Puntje 4 is die kleuters dan. Wij zijn toen gestart in 2018 en we hebben eigenlijk dat seizoen 2 testmomenten gewoon gedaan. Dus ja, hoe vind je die kleuters? Kenbaar maken. Maar doe het met een test-event. En die gaan nadien zelf wel... vanaf dat je een heel seizoen zou willen doen ofzovoort, zorg je dat er extra kleuters zullen zijn. Het geeft u trouwens ook de kans om even te kijken hoe lang zijn we aan het opbouwen en aan het afbreken. Kan je dat doorschuifsysteem eens testen? Want het is zo dat ze eigenlijk altijd ongeveer de helft van de tijd in het klimparcours bij ons zitten en de 3 andere zones zijn ongeveer 10 minuten tot een kwartier. En dan doen we een grote switch van de oudste en de jongste groep. Maar dan kan je ook foto's en video's verzamelen in zo'n test-event, dat je dan nadien weer kan gebruiken om die extra kleuters buiten de club te gaan zoeken, enzovoort. Maar we hebben het heel standaard gedaan met flyers en posters via de scholen te laten gaan, de eigen social
socials te gebruiken van de club. Maar het meest effectieve of het meest of het snelst werkende is toch nog altijd. Ik heb gewerkt en mijn vrouw heel snel in WhatsApp-groepen terecht is gekomen. In de derde kleuterklas begon dat en in het eerste leerjaar nog meer. En als je daar dan eens kenbaar in maakt van zeg, wij doen dit in onze sporttaal voor de leeftijd en de vriendjes van Mats was dat dan, en nu ondertussen ook Emma, ja, dan krijg je gewoon een sneeuwbaleffect, omdat ze, ja, dat is dat sociaal netwerk dat dan zichzelf wel verder zet. Dus ook die WhatsApp-groepen van de club die er al zijn, waar dat de jonge ouders ook situeren, die zijn zeker te gebruiken. Ja, en hoe komen we dan aan al dat materiaal? We hadden het al her en der wat gezegd, maar de turnkring zorgt voor die airtrack, de stad Mortsel, qua opslagruimte. Hebben we nu iets gekregen om ons materiaal in achter te laten. We hebben een leverancier van Springkasteel, waar we gewoon een jaarafspraak mee maken. De Nubo hebben we bezocht, maar ook heel nuttig geweest is de schrijnwerkerij Neeks voor ons, die gewoon op maat een aantal constructies, zoals die geleidbaan, dan heeft ontwikkeld. En dat helpt meer. Voilà, dat was ons eerste stuk van oké, wat kan je dan doen? Misschien toch eens tijd voor een vraagje. Eén vraagje. Nee, er zijn er veel binnengekomen. Ik ga er een aantal filteren. Sommige kan ik een beetje groeperen. De eerste vraag die binnengekomen is, heeft te maken met de leeftijd van de bewegingsschool. Dus je hebt vanuit de initiatorcursus, heb je de beginleeftijd. En dat wordt gezegd, de kind vanaf anderhalf jaar begint al een aantal zaken te ontdekken. Hoe hebben jullie die beginleeftijd bepaald? Ja, voor een stuk was dat wel vanuit de eigen kids ook wel hoor. Dus ik denk, wij hebben ook kleuters die wel al op 2,5 of 2, omdat je ouders hebt die dat ze begeleiden, dus die vragen krijgen we. Alleen, ik denk dat Mats toen 3 was en dat leek een goede leeftijd om mee te beginnen. Dus soms is het echt ik denk wel dat we ook wel gaan kijken zijn met ja. De collega's op en de site, maar ja. Gewoon dat terzijde. Ja, absoluut. En voornamelijk dat we eigenlijk niet te hard vasthouden aan die leeftijden. Omdat hoe jonger, hoe meer dat de ouders erbij zijn als veiligheid eigenlijk. Dus kan een kind van 2, ook al kan dat misschien nog niet echt fantastisch goed lopen, kan een kind van 2 wel de structuren op een heel andere manier beleven als een kind van 3 of een kind van 4, maar daarvoor niet minder nuttig. Dus als een kind van 2, als de ouders zeggen, oh, die wil dat doen, ik denk dat hij dat wel wil doen, en je ziet ook dat dat kind daar op haar gemak is of op zijn gemak is, oh, dan gaan wij daar niet, dan gaan wij dat niet tegenhouden. Het is ook wel zo, als je, we hebben ook die verschillende leeftijden in diezelfde ruimte, dus een kind van 2 en de oudste is 6, ze zitten apart wel, maar ja, ze komen elkaar wel tegen. Dus wij maken altijd een groep van 3-4-jarigen, waar de ouders in begeleiden. En sinds corona eigenlijk, want daarvoor deden we het ook met ouders, maar sinds corona merken we dat ouders het heel fijn vinden om kinderen van of kleuters van 5 tot 6 jaar dan eerder af te zetten. En onze begeleiders gaan met hun aan de slag. En dat gaat ook. Ik bedoel, daar zijn ouders eigenlijk soms zelf bijna een rem in ten opzichte van hun ondersteuning. En dat is kei grappig, want de ouders vinden dan ook, hè, dat sociaal netwerk waar we het daar straks over hadden, die vinden dan ook andere dingen om samen te doen. Er zijn hier zo 6 verschillende mama's die dan gaan een uurtje gaan joggen. Ja. In het park, hè. We hebben het park hier achter het fort van Mortsel, achter de sporthal, die gaan dan een uur joggen. En wij hadden dan een uur hun kinderen in de weer. Ja. En dan komen die terug die opvallen. Het is het vormen van groepen. Ja. Dan een vraag die een paar keer is binnengekomen, die heeft betrekking op verzekering. Hè. Hoe zit dat met verzekering wanneer je met kleuters zulke parcours gaat opstellen? Zijn heel veel materialen die gebruikt worden om de kinderen te laten sporten en bewegen, maar ze zijn niet gekeurd en zijn niet bedoeld om op die manier te gebruiken. Dus wat als? Hè? Laat ons hopen van niet, maar wat als? Ja, het wat als verhaal, ja. Er mogen zeker ook niet altijd te veel naar werken. Het is zo dat wij van 2018 dat we gestart zijn, hebben we daar nog nooit een probleem mee gehad. Ja, dus dat wat als is nog altijd niet gebeurd. En dat is gewoon ook door de constructies dat je wel maakt. Ik bedoel, op dat gebied. Nu, er is een verzekering van de club. We hebben bij de verzekeringsmakelaar voor elk lid dat niet is aangesloten bij Volley Vlaanderen, hebben wij een aparte verzekering lopen. En ze betalen bij ons wel inkomengeld, waardoor dat ze op dat moment ook... En ze moeten hun gegevens achterlaten enzovoort, waardoor dat zij dan wel in die clusterverzekering vallen. Maar dus
Tot op heden hebben wij daar nog niet en in essentie, iets dat daar niet voor gekeurd is, een volleybalnet is alleen voor een volleybal gekeurd. Dus alles wat je met je ballenbakken doet, van het opvangen van een bal, is niet daarvoor niet gekeurd. Hè? Dus stop daar dan instant allemaal mee. Gaat op een bank staan, dat is er niet voor gekeurd, stop daar allemaal instant mee. Dus daar ben ik daar nogal sceptisch in. Als ik preventie doe voor de brandweer, dan kijk ik naar... Is daar een risicoanalyse voor gebeurd? Hè? En is de risico's, zijn die opgevangen of kunnen die worden opgevangen? En als jij zegt van oké, ik zet hier een bank op een structuur, ja, kan die eraf schuiven? Ja, dan hangen we er een touw aan. Kan een kind eraf vallen? Ja, dan zetten we er een mat rond. Als je zegt van ja, hier is het gevaar groter dan dat we kunnen opvangen, dan zetten we daar een persoon bij. Hè? Zetten we daar gewoon een begeleider bij die dat gaat opvangen. En dan ja, moet je ook wel gewoon ervan uitgaan dat de mensen die structuren bouwen, dat die kennis hebben van je materiaal, die moeten knopen kunnen leggen, sowieso. En dan natuurlijk in samenspraak met de stad, wat kunnen we doen met je materiaal, tot waar kunnen we gaan, wat mag er allemaal van jullie? Dus daar zijn we wel eens op teruggefloten en dat is puur ook op dat aspect is dat we de airtrack die tribune opgelegd hadden en dan nadien in een marketingfoto of een flyer gebruikt en daar hebben ze dan uiteraard om diezelfde reden dat de vraag ook was gezegd van ja, dat is misschien net de brug te ver in dat gegeven, maar ja, er is zeker een verzekering voor en we hebben ze voorlopig eigenlijk wel nog niet om die reden moeten gebruiken. Ja, en hopelijk zal dat ook nooit gebeuren. De derde en laatste vraag van de eerste vragenronde heb ik ook gegroepeerd. Dat is de pro's en de contra's wat betreft de ouders. Hè? Dus sommigen zeggen, wij gebruiken het al jaren beweging speelt en zonder ouders. Wat is de meerwaarde van ouders? Wat zijn de grote nadelen? Sommigen zeggen van, ja, kinderen zijn afgeleid. Hoe zien jullie dat? Het grote voordeel van ouders erbij is dat je je structuren uitdagender kunt maken. Je kunt hoger gaan, je kunt verder gaan, je kunt, je kunt ze kunnen uitdagender zijn. Want de beveiliging zit ernaast. De beveiliging van het kind staat naast je structuur. Dus dat is sowieso al een uitdaging meer. Ten tweede, zeiden ook uw ouders aan het trainen. Uw ouders krijgen inzicht van, oh, mijn kind kan iets of mijn kind kan weinig. Wat maakt dat ze er achteraf ook gaan, oh ja, ik ga mijn kind stimuleren om toch misschien voor een sport te kiezen. Hopelijk volleybal, misschien niet. Dus die ouders die zijn erbij, de reden waarom dat die kinderen komen is omdat die ouders die afzetten. Als je zegt, ah, we gaan de ouders er niet bij betrekken, dat is een perfect logische ding en daar zijn ook heel veel voordelen voor. Maar wij merken dat bij die jongere groepen, die ouders halen daar zoveel genot van. En het is aan die ouders om die kleine te brengen. Dus wij willen graag dat die ouders ook content zijn. In plaats van dat ze nu in de cafetaria moeten gaan zitten. Maar als ze gaan sporten, dat stoppen en dan gaan ze ook terugkomen. Maar niet iedereen doet dat. Dus bij die jongere groepen zie je dat dat bonding, hè, dat verbinden met je eigen kind, dat wel maakt dat ze terugkomen. Dat vinden ze fantastisch, want ja... Die kleine van 3 jaar gaat zijn eigen niet naar de sport al rijden. Nee. Je leert inderdaad al op jonge leeftijd dat ouders ook een deel van hun eigen vrije tijd toch wel moeten opofferen om hun kind dit te laten doen. En daar komen we straks ook nog heel even op terug, dat we dat ook niet te ver willen pushen, maar dat is wel zo. Nu, maar we hebben... Er zijn remmingen, ja. Hè, dus soms gaan ze wat afgeremd worden. Ik kijk naar mezelf, ik wist dan wat Mats wel kon en niet kon. Ja, die eerste klimparcours is wel mijn heel bang hartje. En soms zijn ze dan toch net iets te snel, terwijl dat hij dat wel perfect kan. En dat is dan wel de contra van een ouder ter tijd hebben, zelfs op jonge leeftijd. Maar dat is dan ook wel een beetje, vind ik, waarom dat wij graag met assertieve jonge mensen werken. Omdat die toch wel op een positieve, jeugdige manier de ouders kunnen motiveren om toch wel dat toe te laten. Om toch wel die sprong van die mat op die mat of van die mat te maken, of toch wel over die dunne balk te wandelen in plaats van te kruipen. Omdat die jonge mensen daarbij staan en die toch wel genoeg motiveren. En dat hebben wij heel graag. En dat is weer een dubbele training, zowel voor ouder als kind. En we gingen ook nog zeker, of we gaan zeker nog die link naar die volleybalclub maken, maar ook daar
ja, is beter om de ouders mee in die ruimte te hebben, want als ze in de balzone bezig zijn, hoeft het toezicht veel minder van ouders. In de springkasteel is dat veel minder. En het is vaak een moment dat de gesprekken naar boven komen van dat is wel leuk dat jullie dat doen. En maar dat is gelinkt aan een volleybalclub. Dus dat aanwezig zijn in die ruimte en dat vertrouwen in de locatie en de mensen die ermee bezig zijn enzovoort, wordt eigenlijk daar toch ook wel gecreëerd. Dus die meer pro's dan contra's, als dat een antwoord is. Ja, oké, bedankt. Dat is duidelijk. Ik stel voor dat we dan het volgende deel aanvatten. Ik heb nog een paar vragen staan voor op het einde, maar ik wil wel nog één comment meegeven. Vanuit volleybalclub Mortsel zijn ze heel trots op jullie. Dankjewel, ja, dat was gevraagd om dat zeker door te sturen. Hè. Nee, ja, het laatste stukje is natuurlijk de hamvraag toch voor een stuk. Hè. Hoe kan je dit nu koppelen naar volleybal? En hoe kan die bewegingsschool ervoor zorgen? Waarom zei ik in het begin van we zitten veel te veel in de focus, of we moeten onze focus leggen op waar dat we dicht bij volleybal zijn, want dat doen we. En we hebben al beperkte vrijwilligers of trainers. En het is vanaf dan dat we ze ook pas nadien in jeugdteams zien en seniorteams. Dus daar waren we. Ja, en wat die bewegingsschool dus nu wel creëert en waarom dat we het dus een must-go noemen in deze sessie, is die herkenbaarheid en die zichtbaarheid bij die ouders in die belangrijke eerste fase. Die fase waar dat toch, en dat heb ik zelf ook echt gemerkt met Mats, heel veel van die vragen komen. En we hebben dat ook niet een groot onderzoek gedaan, maar we stellen bij het inschrijven dat we via Google Form doen, ook wel die vraag aan ouders die nieuw zijn, van waar hebben ze ons, of hoe vaak, wat kan uw kleuter al? En hoe vaak hebben ze al een sportactiviteit in een club gedaan? En als je kijkt naar die twee antwoorden, dus van het seizoen dat we nu net gehad hebben en het seizoen ervoor, is dat bijna toch de helft van de groep die nieuw bij ons komt, is dat de eerste ervaring met een sportclub. En de eerste keer dat die kleuter op zijn 3 jaar, soms 4 jaar, een ervaart wat dat is om ergens aan beweging te doen, behalve dan in die speeltuin of in die binnenspeeltuin met de mama en de papa enzovoort. Dus op dat gebied is dat alleen al maar een reden om te zorgen dat bevestigt toch wel voor ons het stuk dat we op de juiste plek mee aanwezig zijn als bewegingsschool. En zoals ik er juist al zei, hoe kom je dan tot die volleybal? Ook al kennen ze het niet, ze vinden het vaak een heel mooie sport. En dat kopiëren van die succeservaring van tijdens die bewegingsschool, het balaspect dat dan ook aanwezig is enzovoort, geeft heel vaak gesprek tot, en dat kunnen ze dan nadien komen doen. Je ziet ook, dat zijn alleen de online inschrijvingen, want ze mogen op zich ook aan de kassa verschijnen bij de jongste groep, omdat de ouders er toch bij zijn. We hebben 273 inschrijvingen gehad het voorbije jaar, in de 9 sessies, dus 1 keer per maand dat we het gedaan hebben. En daar is een kwart van die mensen zijn weer nieuwe. Zijn de eerste keer movers. Dus weer mensen die onze club op die manier ontdekken op het moment dat we het graag zouden doen. Dus dat is eigenlijk marketing type 1. We hebben vanuit onze eigen ervaring zo 7 tips gecreëerd weer, of redenen, hoe dat je het ook mag noemen. Maar dus wees aanwezig in de juiste periode. En door die bewegingsschool kun je daar aanwezig zijn, terwijl dat het met het volleybalaspect wel wat moeilijker is. Dus dat is sowieso, wij vragen geen lidgeld, wel inkomengeld. En wij maken daar, ik ga daar in het begin al eerlijk van zijn, wij maken hier verlies op. Hè. Standaard. Hè. Dus sowieso, de bewegingsschool is een verliespost voor de club. Puur financieel. Hè. We denken en we zijn ervan overtuigd dat, dat we daar veel winsten uithalen als club. Maar puur financieel maakt het daar verlies op. Daar moet eerlijk in zijn, als ze mij en Jeff moeten betalen, is het eigenlijk al gedaan. Omdat ook maar een minimale bijdrage is. En waarom ook maar een minimale bijdrage? Omdat we die mensen ook willen motiveren om elke keer terug te komen. Hè? Voilà. We zien mensen terugkomen, omdat het ook maar 1 keer per maand is. Is het echt van, we moeten er zeker die dag vrij houden, want het is maar 1 keer in de maand. We willen dat graag naar 2 keer in de maand evolueren. We zijn daarvoor met partner voor aan het praten, hè, om dat 2 keer in de maand te organiseren.
Waarom gaat dat niet? Ja, puur omdat we op deze moment niet de mensen vinden om dat allemaal, ja, om 2 keer in de maand zich vrij te maken. Maar 1 keer in de maand is wel mogelijk, want je kunt 1 dag vrijhouden. Hè? Een agenda, voor iedereen zijn agenda. Iedereen leeft met een agenda tegenwoordig. En vroeger was dat al zien we. Dus die agenda, als we erin kunnen geraken bij de mensen, ja, dan hebben we eigenlijk ons al verankerd. En dan is eigenlijk ons doel al geslaagd. Voilà. En op die manier leren ze ook, zelf ook ontdekt, hè. Die agenda blijft volgen, je wilt zelf nog hobby's doen, je wilt zelf nog wat vrije tijd creëren, ondanks dat je 3 kleuters hebt. Maar toch, ja, merken, belangrijk vinden ouders die hier dan komen en zien dat hun kleuter dat daar nog niet kan, slaap je toch al wel wat die agenda binnen, zonder dat daar direct een verplichting van is. Mijn kinderen ook al turnsessies gedaan hier bij de bevriende turnclubs. Dus dat kan. Je kunt dat wekelijks gaan zoeken, maar er zijn er heel veel die eigenlijk dat op dit moment nog niet kennen of nog niet doen, of waar dat het op deze manier dan is. Ja, een derde tip dat we zeker ook nog hebben, is die mond-aan-mond reclame. Dat moeten echt, dat kun je niet onderschatten. In weer al netwerken, het netwerk waar dat uw club waarschijnlijk ook een kopie is van onze club, want zo zijn de meeste clubs in Vlaanderen. Kleine netwerkjes rond de kerktoren of een beetje verder met veel mensen die elkaar kennen. Daar halen wij het meeste uit. Hè. Als je kijkt naar via vrienden en kennissen, in de 3 seizoenen is het, ja, bijna altijd een helft. Hè. En dan nog het laatste, dan 2021, ja, dat is puur omdat dat corona is het 91%. Maar die 2 andere, het is gewoon de helft van de mensen komt omdat ze, ja, zeg, in de klas of aan de schoolpoort hebben ze gezegd, ja, maar ja, wij doen dat. Of ja, de zus heeft ook een kind van die leeftijd en zo verder. Ja, die corona, dat is simpel. De mensen zeiden, ja, je kunt daar nog terecht. Alles is toe, je kunt daar nog terecht. En we mochten toen ook alleen maar, of we hebben toen heel vaak dezelfde groep eerst de kans gegeven, ja, om terug in te schrijven. Omdat dat toch wel een moeilijk jaar was. Dit zijn trouwens de reacties ook van de nieuwe. Dus dit is niet van iedereen, hè, maar dus elk jaar de nieuwe krijgen die vraag en die nieuwe mensen worden dus gevonden. We hebben geïnvesteerd in onze clubwebsite en daar zie je toch ook wel dat daar van dit jaar toch ook velen via de website het toch gevonden hebben. En op die manier bij ons. En we waren gestopt voor corona met bijna in de 90, denk ik, ja. Kinderen. Corona heeft ons pijn gedaan, gelijk iedereen, heeft ons echt veel pijn gedaan. We moeten de mensen terug motiveren om uit hun zetel te komen. Maar we zijn terug aan het opbouwen. Dat is 2 jaar achteruit. Hè. Dus je moet terug beginnen, wat we met 2 groepen aan het werken waren voor corona. Hè. Dus en dat we bijna aan 100 kinderen zaten. Als je, ja, dus 86 inschrijvingen, maar dan nog wat vrienden en mijn eigen dochter, die dan ook nooit niet wordt ingeschreven. Hè. Dus we zaten echt al heel hoog. Ja, nu moeten we terug naar 1 groep gaan, alleen de 2 groepen op hetzelfde moment, dus 1 sessie, niet 2 sessies. Maar daar, ja, we komen daar wel terug. Ja. We hebben ruimte zo in die 2 sessies voor ongeveer 40 kleuters, dus dat maakt dan, we gaan dat streefdoel van 80 proberen zoveel mogelijk terug te halen per sessie, om dat te doen. Maar dat zal dus vooral ook weer voor ons ook, hè, veel zorgen dat mensen op het eind van de sessie ook nog eens bevestigen, mannen, laat mensen meekomen, ja. Er is nog plek, ze zien dat dan ook. Ik zeg dat elke keer, ja, ik zeg dat bewust, ik zeg van, zorg, kom gewoon, want hoe meer dat jullie hier zijn, hoe meer dat wij materialen kunnen kopen, of hoe meer dat wij, ja, bij de club en bij sponsors dat kunnen uitdragen, want wij willen groeien, en dat is het enige wat je kunt doen. En je moet rekenen, 80 man, dat wil zeggen, dat ene groep met de ouders komen, dat is 120 mensen die in uw zaal zitten, dat wordt al wel gezellige drukte. Hè? Ja. Maar kan je beperken. Hè? Je kunt ook naar een lange wijze al die inschrijvingen blokkeren. Maar dat is onze tip 3. Onze tip 4 is eigenlijk, ja, we hebben van in het begin gekozen voor een eigen Facebookpagina en Move Bewegingsschool erop te plakken als naam en niet de Bewegingsschool van Mortsel Volley Antwerpen. Ook puur omdat een heel bewuste keuze om te zorgen dat die ouders hun verhalen kunnen liken, hun verhalen kunnen delen, en dat merken we ook. We proberen altijd een video achteraf van een sessie te tonen en dan zie je ook reacties en ouders dat delen naar anderen. En zo zijn we ondertussen toch ook al wel aan 280 volgers en likes op die pagina apart. Puur en alleen over dit verhaal van de Move Bewegingsschool. Daarnaast, ja, het is ook geen volleybalverhaal. Dus dat is toch ook wel om dat duidelijk te maken. Maar we maken overal heel duidelijk de link naar onze club.
En we zorgen ook natuurlijk dat we reposten. Dus het bericht zal altijd op de Move Bewegingsschool pagina starten en wordt dan nadien gewoon ook op onze pagina gepost, waardoor dat die likes van de echte diehard aanhang van de club zelf, dat die ook dat wel volgen. En ook als mensen op de Facebook komen, dan komen ze direct bij spelende kinderen. En dan komen ze niet tussen 25 matchen van heren 1, dames 3 en weet ik veel wat. En dan ergens ertussen in die feed een bewegend kind. Ja. Het zijn allemaal bewegende kinderen, maar een bewegend jong kind. Deze is alleen maar structuren opkruipen, alleen maar springkastelen, alleen maar lopende kleuters. Dus dat is voor die ouders veel, veel duidelijker om, ah ja, ik zit hier juist, ah, dat zijn de contactgegevens, ah, dat zijn de uren. Ja, en ja, zoals bij elke club, dat merken we toch als we ook de clubs in de buurt wel eens volgen online, zijn er ook wel eens, we zijn nogal goed als volleyballers in afterparties en ook dat verschijnt wel eens online en dat is nogal raar om je kleutercontent tussen ja, de feed van die zaken te zien verschijnen. Dus daarom hebben wij als tip 4, maak toch een eigen verhaal. En dan kan je ja, dus dat reposten van filmpjes enzovoort. Ook wat er ook vaak gebeurt, is dat we dan juist ja, de smashball-sessies, die dan voor de 6-7-jarigen worden ingericht, of de woensdagnamiddag-sessie, die start vanaf de 6-jarigen, want we hebben daar speciaal een overlap, dat we die ook kunnen tonen op de Move Bewegingspagina. Ja, op het moment dat de ouders toch ook al zien, ah, er is hier een vervolg aan. Dus daarom een eigen pagina is toch ook een tip dat we daar wel in geven. Of zelfs een website pakken, nemen we wel bewust in onze clubstructuur. Maar we zorgen dat de link met een QR-code ofzovoort, dat die dan wel rechtstreeks ook naar daar is. Maar ouders klikken dan wel eens rond. Tip 5 is, ja, je moet ze ook wel activeren. Dus wij vragen altijd de voorname, we vragen alle gegevens, hè, verzekeringstechnisch. Maar maandelijks werken we mee een mailingprogramma, waar dat we dus een nieuwsbrief op rondsturen. En die eigenlijk gepersonaliseerd wordt en waar dat we echt in aanspreken. Hè, zoals de grootste bedrijven, beste chef, Mats wordt zondag weer verwacht. Schrijf je nu in, enzovoort, enzovoort. Dat heeft, dat persoonlijk aanspreken, het gaat ook over hun kleuter, enzovoort, dat maakt weer dat ze betrokken zijn in dat verhaal. Dat heeft eigenlijk wel gezorgd dat we nu een databank hebben van ja, ouders met kinderen van ja, 3-4 jaar tot 6-7 jaar, maar omdat we in 2018 begonnen zijn, zitten er al heel veel ouders in die natuurlijk nu kinderen hebben, die ja, wel echt in die volleballeeftijden komen. Plus een hekelpunt in de volleybal, maar in onze mailadressen zit 50% jongens. Dus ook dat is niet oninteressant om dan nadien smashbal naar te kunnen sturen of oproepen te doen naar oefentrainingen die dan uiteraard niet als spam als eerste in zo'n nieuwsbrief meestaan, maar die wel mee bericht of waarvan wel mee bericht van wordt gegeven in die nieuwsbrieven. Dus dat is onze tip 5. Ja, toch wat gepersonaliseerd proberen maandelijks in actie te zetten. En we merken ook dat inschrijven vanaf dat de nieuwsbrief vertrekt, merken we onmiddellijk dat daar de eerste 20, 30 kleuters eigenlijk worden ingeschreven als reminder voor de sessie die dan komt. En dan, wij proberen de club natuurlijk ja, in de verf te zetten als de ouders hier zijn met hun kinderen. We hebben een tv-scherm en dat staat dat beeld nu is in de cafetaria, maar wij zetten dat dan in de gang waar de inschrijvingen gebeuren. Waar dat hele tijd filmpjes van zowel de Move als de club op verschijnen. De activiteiten van het kamp en zo verder enzovoort. De cafetaria houden we open, dat is ons eigen cafetaria. Dus die is aangekleed in onze stijl, met mensen van hier. We proberen daar ook dezelfde sfeer te laten geheersen die dat er altijd in de club hangt. Waardoor dat de mensen ja, meer verbinding krijgen met, ah ja, dat is hier. We zijn hier al eens gepasseerd en ah ja, ze spelen hier inderdaad veel volleybal. En voor de rest gebeurt er hier in de sport al zeer weinig. En ze zijn hier al in die cafetaria geweest, ze hebben hier al eens iets besteld, ze zijn hier op hun gemak. Dus de volgende stap naar, ik ga mijn kind eens laten een start-to-volley training laten meedoen, is veel kleiner. Ze kennen de kleedkamer al, ze weten waar dat ze hun auto moeten parkeren. En het zijn helemaal van die kleine menselijke aspectjes waar dat je op moet kapitaliseren. Vandaag de dag hebben mensen zoveel te doen, mensen hebben zo'n breed spectrum aan mogelijkheden.
dat we op al die kleine details inspelen, omdat dat wel ja, belangrijk is, anders verliezen we mensen. En we willen, het is niet dat we ja, die allemaal nodig hebben, maar elke club is gebaat bij meer instroom. Ja. En dat is onze tip 7, ja, dat is dat, die succesbeleving en dat positief gevoel dat Shil ook juist zei, van we kopiëren dat naar ons club. Hebben we zelfs bewust in onze naam nu gestoken. We gaan bij die jongste kinderen, U11, die nog niet competitie spelen, hebben we eigenlijk eerder, of hebben we genoemd nu naar Move Volleyball School. We hebben nu net een zomervakantie gehad waar dat we Move Sportkampen gecreëerd hebben en 40 kleuters. Eigenlijk dezelfde typische oefeningen dat we op woensdag namiddag doen, in een sessie ook laten doen. En van die 40 kleuters ja, zijn er heel veel die op dat moment, of die op het eind van zo'n kamp al direct mee dat succes, oh, dit was heel tof, en naar huis gaan met die verhalen. En op die manier misschien wel eens, ja, komen we ook wel eens sneller met de term volleybal of als volleybalclub naar voren. Maar we maken het zo herkenbaar mogelijk voor die ouders door ja, die moveveld te blijven gebruiken. En wat we dus eigenlijk creëren of wat we echt proberen te doen is meer bij die hobby ontdekken en kiezen te komen. En dat is dan met onze Move Bewegingsschool, zoals dat je al gezien hebt. Maar het is nu, ja, en dat is de laatste tip eigenlijk, maak die brug naar die volleybalclub. En het is eigenlijk nu dat we met Move Sportkampen en met Move Bewegingsschool, dat we die laatste schakel hebben gezet om dan ja, die overlapping die je hier ziet te creëren en ze eigenlijk ja, heel duidelijk met onze Mortsel Volleybalclub ook te linken. En we ons logo van de club zal altijd mee in alle communicatie zitten. Maar het is nu eenmaal zo dat het veel gemakkelijker is om aan jonge ouders, en hè, mijn leeftijden ook, met kleuters die te vertellen van, ah, maar er is daar een Move Bewegingsschool. Ah, maar ja, mijn kind mag kiezen. Ja, of mijn kind wil dit of mijn kind wil dat. Maar dit kiezen ze wel. Terwijl als je gaat promoten voor een volleybalclub, zal daar toch een andere rem op zijn. Komen ze hier dan nog eens, merken ze ineens van oeh, maar dat is helemaal nog niet de volleybal die dat wij ooit op school hebben gespeeld en we vonden dat wel tof, maar dat is niet. Ja, dat duurt nog heel lang eer dat we daar komen. En dat is ook heel duidelijk wel voor die ouders dan, van oké, we zitten nu gewoon in die move vooral. Die kinderen moeten bewegen. En er is zeker een groot accent al op die balsport. Maar we proberen toch op die manier het ook duidelijk te maken van ja, nee, we zitten eerst in bewegen en ontwikkelen. En meestal merken we dat ze dan ook wel zullen blijven hangen door de dingen dat Jill ook er juist zei. Dus die laatste tip is echt wel van, ja, kopieer dat succes en probeer dat dan in een soort van traject te komen. Ja, en als die 7 tips niet zouden helpen, dan hebben we onze allerlaatste tip die dat we er niet hebben opgezet, maar die dat je hier door Thomas ziet. Wij eindigen elke move-sessie met een koekje en een drankje dat we meegeven. Dat kost uiteraard ook weer iets van centen. Maar dat geeft een laatste effect ook weer. Dat was een medaille die gemaakt was met een prinskoek. Dus op die manier, ja, je ziet dat kleuters, daar kunnen ze zeker niet langs. Maar dat is weer dat extra. Want dan gaan ze in de cafetaria. Ze moeten dat dan opeten in de cafetaria. Het zijn allemaal kleine dingen, hè? Maar ze moeten dat dan opeten in de cafetaria. Of ze neemt het mee naar huis. Maar zitten ze in de cafetaria, ze bestellen iets. Dat is de cafetaria van de club. Dat wordt afgebroken. Daarna komt er een club en een ploeg het veld opzetten voor de matchjes te beginnen spelen. Die blijven hangen, blijven kijken. Soms meerdere ouders die blijven kijken. En dan heb je eigenlijk al die exposure. Hoe meer exposure dat je hebt naar je club toe, naar je volleybal, hoe meer dat die ouders gaan geneigd zijn om te zeggen, oh, maar tja, misschien is dat wel iets voor mijn kind. En zeker in die oudste groep worden de kleuters nu afgezet, maar dit is het moment dat ouders zien, hè? Kinderen die dan moe zijn, want dat zijn ze altijd, maar die dan ook nog eens iets meekrijgen. Papa en ik moet mezelf schuldig bekennen, die dan aankomt zonder koekje of drankje, dat is ineens nog eens een luxe erbij en dat wordt sterk geapprecieerd. Dus ja, onze 7 tips, marketing tips voor bewegingsschool toch aan volleybal te linken en waarom dat wij dus zeggen dat het een must-go is voor een volleybalclub. Niet misschien een heel seizoen, maar toch minstens om te proberen. En dat is onze laatste do-ronde vraag en daarmee ronden we af. Ja, wij zouden heel gelukkig zijn als we merken dat er 5 clubs één sessie, een testsessie dit jaar al eens zouden opzetten en ons achteraf eens wat feedback geven en laten horen of dat het ook bij jullie
een succes is geweest en welk gevoel dat er daar rond heeft geleefd. Iedereen is uiteraard welkom bij ons in Mortsel. Zeker om onze pagina te liken en te volgen om te zien wanneer je hier eens kan komen kijken, eens meedoen. Als je natuurlijk komt, eens kijken met of zonder kinderen. We gaan u uiteraard wel in actie zetten om iets mee op te bouwen dan. Voilà. Goed, dankjewel voor deze boeiende uiteenzetting en ook voor de interactiviteit, zoals gezegd. Er zijn nog wat vragen binnengekomen. Ik ga er een paar uitnemen in de zin van... is er bijvoorbeeld gedacht om samen te werken met andere clubs uit Mortsel? Dus, want nu is het echt puur vanuit volleybalclub Mortsel. Is daar gedacht om over het muurtje te gaan kijken? Wij zijn ermee gestart, omdat iemand moet het idee hebben en iemand moet de kaart trekken. Ik heb wel heel veel aan zijn mouw moeten trekken om te starten, dus laat staan dat we dan een ander club gaan beginnen in mouw te trekken. Maar we zijn afspraken aan het maken, we zijn met de voetbal van Mortsel, Kanting Rode bezig. Nee, Mortsel Oude God. Ja. Oude God, ja. Dus die sturen hun kinderen, waar ze nog geen programma voor hebben, al naar hier. Dus die ook al een begeleider die daar ook mee komt helpen. Ja. En er zijn nog andere partners die dat wel daar graten in zien. Maar ja, wij gaan zelf niet de démarche doen, aangezien dat we zelf al zoveel werk hebben. Maar het feit is wel dat de mensen die daar langskomen, komen wel vragen van, dit en dat. En als er iemand naar ons komt, ja, dan willen we samenwerken. Maar om overal... Maar met Mortsel Oude God bijvoorbeeld, ja, die komen dan helpen in opbouw en afbraak, maar die hebben een overvloed van jonge voetballertjes. Die ouders die willen dat die 2, 3, 4 keer trainen, zegt Ian ons dan als jeugdcoördinator. Want ja, iedereen wil de nieuwe Kevin De Bruyne worden. En hij wil juist zorgen, ook weer dat totaal atletenaspect is daar ook belangrijk. En het is om die reden dat we er ook... dat het ook... wel succesvol was, dus zij deden dat totaal niet om te recruteren, maar vooral om ook dat te kunnen aanbieden met de beperkte middelen zijn. Dus die samenwerking kun je zeker snel maken, omdat ja, het is ook een bewegingsschool, hè. Het is geen volleybalachtig gegeven. En het helpt. Van de turnclub die ernaast zitten, die komen dan ook en wij sturen dan mensen naar daar. En er zijn ook wel wat voetballertjes, dat gaan we nu nog niet weten, maar ze komen hier wel. Dus ook daar weer, ze gaan voetballen. De ene is daar meer geschikt voor dan de andere. Zeker bij jongens is dat toch vaak het startplekje bij die voetbal. Maar als ze dan ergens op een bepaald moment in dat wisselen van hobby komen, dan zijn we zeker ook wel weer gezien of gekend. En dat is eigenlijk een van die redenen ook weer. Als je iemand met tijd en energie vindt om dat uit te bouwen, is dat een fantastisch idee. Ja. Goed, de voorlaatste vraag. En die komt vanuit de Bewegingsschool Achilles. Dus Gilles kan raden van waar dat die komt. Gebruiken jullie de ouders soms ook als levend materiaal? Bijvoorbeeld samen rollen, samen stappen, voeten op voeten met de papa enzovoort? Nee, Stefan, we hebben geen algemeen gedeelte. We hebben wel een algemeen gedeelte, maar we hebben geen gedeelte waar dat we iedereen samenroepen. Omdat we daar op dit moment nog niet materiaal voor hebben. Allee, niet de... Ja, we hebben de... De persoon die dat we daarvoor moeten vinden om dat te begeleiden, hebben we nog niet. Ik denk wel dat we iemand op toog hebben om dat te kunnen doen binnenkort. Maar de mensen die dat, de waardevolle mensen die dat we nu hebben, die zijn verantwoordelijk voor hun eigen dingen, voor hun eigen opbouw van hun parcours of van hun loopzone of balzone. En die moeten dat dan heel de tijd begeleiden en managen, het managen van hun assistant trainers. En ik ga daar eerlijk zijn voor mezelf. Ik ben op het einde van de dingen. Laat staan iemand van 17, laat staan iemand van in de 70. Die zijn op. Dus om iemand extra te vinden, om dan nog dat stuk uit te werken, dat hebben we nog niet. Maar dat... Het is zeker... We hebben wel in het eerste jaar een samenwerking gehad met de stad Mortsel. En dan was er een fietszone voor ouders. Maar dat was dat niet samen met de kinderen. Oh. Dus het zal, als we zoiets doen, zal het inderdaad eerst nog met nieuwe helpende handen moeten zijn. Ja, goed. En dan de laatste. De vraag is misschien iets praktisch, maar toch iets toch wel hedendaags. Dus want jullie verwijzen naar Facebook. Vragen jullie dan op voorhand aan de ouders of dat jullie die foto's en video's mogen delen in het kader van de gekende privacy? Jammer ook, dat moet, maar wij doen dat. Ja. Ze tekenen bij het inschrijvingsveld een papier. Ja, dat is eigenlijk zijn huisregels, hè. En dat gebeurt nog wel bij andere bedrijven ook. Nu,
in die, vanaf 2018 nog nooit daar ook weer die opmerkingen gehad, behalve nu over laatst eens in het sportkamp. Maar dat was misschien ook niet omdat ze niet alles helemaal goed begrepen wat de bedoeling was. Nog nooit, wij proberen in de video's, ten eerste gaan heel veel van onze eigen kinderen zien, zeker die eerste periode. En we proberen ook wel heel vaak toch langs, de kinderen langs de voorkant te filmen. Dat zijn eigen kinderen of van vrienden die dat we weten en kennen. En als het ja, een overview is enzovoort, of de rug is van kinderen, dan kijken we er minder naar. Maar als we hun lidgeld of hun inkomgeld hebben bepaald, zijn er huisregels waar dat ook ingesteld wordt van, dan ga je akkoord met het feit dat die foto's gebruikt kunnen worden. Het vinkje, dat is de laatste 2 jaar er ook bijgekomen, want dat is de echte officiële manier om ze echt te laten antwoorden van ja, ik geef toestemming om. Dat is ook nu ondertussen zeker aanwezig. Maar eigenlijk hebben we daar nog nooit die reactie op gehad. En zoals je zegt, zijn merendeel zijn foto's en filmpjes van onze eigen kinderen. Dat is in deze presentatie niet anders geweest. Voor iemand die daar een presentatie of een uitleg van Emile Rousseau al heeft gekregen, zou je moeten weten dat dat meestal zo is bij de Rousseaus. Dat was vandaag niet anders. En dat was inderdaad vandaag niet anders. Dat zijn goede woorden om af te sluiten. Maar ik ga jullie zo dadelijk toch het laatste woord geven. Ik ga eerst nog even iedereen die aanwezig was van harte bedanken. Diegenen die geregistreerd zijn, de attesten worden in de loop van de week toegestuurd. Via mijn VTS. Ook even meegeven dat het verhaal van de webinars, zoals de voorbije maanden al aangehaald, niet zal stoppen. Het zit zo dat binnenkort het ook gaan hebben over de scheidsrechtelijke beslissingen en hoe je jeugdwedstrijden moet fluiten en hoe het gaat bij kinderletsels in het volleybal. Dus er komen nog heel wat interessante onderwerpen, net zoals deze avond ongelooflijk interessant was, zeker vanuit de praktijk. En ik ga straks nog graag even napraten met de twee heren, maar voor nu geef ik hun met veel plezier het laatste woord. Ja, het laatste woord is doen, hè. Durven en doen. En vooral in die partners zoeken, sterke partners zoeken. Allee, we kennen elkaar vanuit die volleybalclub. We hebben nooit in elkaars ploeg gespeeld, maar elkaar hier heel veel gekruist, heel veel over gehad. En ergens vinden dan wel een band die zorgt dat ja, van die minpunten wel eens voorbij zijn. Zoek de juiste motivatie. Als de motivatie je kind is, dan is dat al meer dan genoeg motivatie. Absoluut. Voilà, dankjewel om te kijken. En te luisteren. Fijne avond iedereen en tot later. Tot ziens.